Ongelovigen vormen wereldwijd een zeer kleine minderheid van zo'n 2,5%. Dit getal neemt alleen maar af. En gelovigen worden overal ter wereld in staat gesteld hun kinderen te vergiftigen met hun mentaliteit en overtuiging. Via de opvoeding en scholing. Er is een tendens dat fundamentalistische gelovigen aan macht winnen. Is er wel scheiding tussen kerk en staat? In aflevering 1 praat Paul-Jan van der Wind met hersenonderzoeker Dick Swaap. Waar bent u achtergekomen bij uw onderzoek? Wie zijn wij? Wij zijn onze hersenen. Dus alles wat we doen, denken, laten, wordt bepaald door onze hersenen. En de rest van ons lichaam is eigenlijk alleen bedoeld om onze hersenen voor te bewegen. Om ze van voedsel te voorzien, zuurstof te voorzien. En om via onze geslachtsorganen nieuwe hersenen te maken. Wat wordt er allemaal bepaald tijdens de ontwikkeling van de hersenen? Wat bijvoorbeeld vast wordt gelegd in de baarmoeder al is gender, dat is het gevoel man of vrouw te zijn. En ook de problematiek daarbij, transseksualiteit, dus kinderen die geboren worden als jongetje en zich vanaf de leeftijd van zo'n 5 jaar weten dat ze geboren zijn in het verkeerde geslacht. En onze seksuele oriëntatie wordt ook vroeg in de ontwikkeling in de baarmoeder vastgelegd. Dus of je homoseksueel bent of heteroseksueel. Of biseksueel, ja. Waar zit onze geest? Ik zie de geest als het product van de 100 miljard hersencellen die we hebben. Die werken samen, die zijn verbonden. Ieder hersencel heeft contacten met zo'n 1000 tot 100.000 andere hersencellen. En die hele machine functioneert en geeft als product de geest. En is het te vergelijken met een computer, met een rekenmachine? Of? In vele opzichten is het te vergelijken met een rekenmachine. Hoewel een kleine zakcomputer veel beter rekent dan ons brein en veel sneller. Maar er zijn dingen die onze hersenen weer veel beter kunnen dan zo'n kleine zakcomputer. En waar zijn onze hersenen goed in? Vooral in het herkennen van patronen, dus in het verwerken van beelden. Het associëren van informatie. En gaat het ook wel eens mis? Het gaat voortdurend mis. Wat is daar het effect van? Nou, je legt verbanden die er niet horen te zijn. Dat doe je voortdurend. Ons brein probeert steeds maar verbanden te leggen. En die verbanden worden vaak verkeerd gelegd. Kunt u daar voorbeelden van geven? Ach, kinderen die groeien al op met het leggen van verbanden en leggen hele magische verbanden tussen het maken van 3 voetstappen en een gebeurtenis in de buitenwereld. En dan proberen ze weer 3 voetstappen te maken en denken dat het zich zal herhalen. Daar zijn we op gebouwd. Heeft het ook met geloof te maken, zoiets? In zekere zin wel, want die computer waarmee we dan de hersenen vergelijken, die vormt zich tijdens onze vroege ontwikkeling. En het verschil met de computer is dat onze hersenen zich vormen onder invloed van informatie uit de hersenen zelf, informatie uit ons lichaam, bijvoorbeeld van de geslachtshormonen van het kind, informatie vanuit de moeder, stoffen die circuleren, voedingsstoffen. Maar ook stoffen vanuit de buitenwereld die via de moeder binnenkomen. Die hebben allemaal invloed op de zich ontwikkelende hersenen. En dan als het kind geboren is, dan is de sociale omgeving een invloed op die hersenontwikkeling. En vormt zich bijvoorbeeld de taal. Je wordt geboren in een bepaalde taalomgeving. En die vormt vervolgens de hersenen op zo'n manier dat we Nederlandse circuits hebben. En hoe vormt het geloof zich dan in die ontwikkeling?
Nou, het geloof geldt hetzelfde voor als de taalontwikkeling. Die vormt zich in de sociale context, in de sociale omgeving waarin iemand groot wordt. En wordt dan ook neergelegd in feite in de circuits, in de hersenen. En is daar net zoals een taal heel moeilijk uit te halen als je altijd geleerd hebt dat zeggen, de wereld zo in elkaar zit als het geloof vertelt. Dan is dat iets wat je voor de rest van je leven in principe wel meeneemt. Bewustzijn, hoe moeten we dat zien? Het bewustzijn is kun je onderscheiden in het bewustzijn van de omgeving en het bewustzijn van je lichaam, mm-hmm. van jezelf. En die twee zijn ook afzonderlijk te beschrijven en kunnen ook afzonderlijk het af laten weten. Wanneer je een hersenbloeding krijgt aan de rechterkant van de hersenen, dan zijn er mensen die zich niet meer bewust zijn dat de linkerarm nog steeds een deel van hunzelf is. Ze weten niet dat dat nog bij het lichaam behoort. Dus dat stukje bewustzijn is, van jezelf is weg, maar ze weten nog wie ze zijn en waar ze zijn. Sturen wij onszelf met ons bewustzijn? Nee, ik denk dat het bewustzijn achter onszelf aanloopt. We doen dingen en zijn het een fractie van een seconde later het ons bewust. En omdat we het ons bewust zijn, zullen we de volgende keer dat meeberekenen als we dat en dat doen. Dan zou er wel eens dat en dat de uitkomst van kunnen zijn. Dus dat bewustzijn wat er achteraan hobbelt heeft wel nut, maar voor de volgende keer. Hoe nemen we beslissingen dan? Als een hele complexe computer die gevormd is enerzijds vanuit de genetische basis die gelegd is en anderzijds vanuit de omgeving en de ontwikkeling die we hebben doorgemaakt. We komen in een bepaalde situatie en die computer berekent dan de beslissing op basis van de beste mogelijkheden, de beste kansen. Dus onze hersenen hebben al een beslissing genomen voordat we ons daar bewust van zijn? Ja, het bewustzijn hobbelt wat achter de beweging aan. En daardoor lijkt het net alsof we zelf die beslissing hebben genomen. Ja, daardoor hebben we het idee dat we dat zelf doen. Maar in wezen zijn het onze hersenen die domweg een berekening maakt van alle mogelijkheden en daar de juiste bij uitkiest. Niet domweg, maar wel die berekening maakt. Ja, vrij intelligent. Zeer intelligent, ja. Dus eigenlijk is het bewustzijn en het karakter wordt bepaald door de hersenen. En de ontwikkeling van de hersenen bepalen wat voor karakter en bewustzijn we krijgen. Het karakter waarmee we rondlopen is deels bepaald door de genetische informatie die we van onze vader en moeder hebben gekregen. En wordt vervolgens gevormd tijdens de vroege ontwikkeling in de baarmoeder en de vroege ontwikkeling na de geboorte. En er zijn een hoop dingen die vastgelegd zijn heel vroeg in de ontwikkeling en die tot ons karakter behoren. En de term karakter zegt het al, dat is ingeslepen, dat is niet te veranderen, dat is vastgelegd in de ontwikkeling. Dat is vastgelegd in structuren in de hersenen, in circuits, in patronen. En is iets wat bij ons hoort en bij ons blijft. Maar kan je zeggen dat in die zin alles vast ligt? Je zou kunnen zeggen dat je reacties op bepaalde situaties voor een heel belangrijk deel bepaald worden door het brein wat je hebt meegekregen in die ontwikkeling. En op die manier is het voor een belangrijk deel gedetermineerd, ja. Gedetermineerd betekent dus voorbeschikt, zeg maar. Dus dat je daar zelf weinig... Ja, niet voorbeschikt door iemand, maar het volgt uit de genetische informatie plus de hersenontwikkeling die we hebben doorgemaakt. In hoeverre ben je dan verantwoordelijk voor je eigen daden? Als je niet echt een vrije wil hebt en er is sprake van determinisme. Ja,
Nou, je kunt je afvragen als je beseft dat de mate van agressie waarmee je geboren wordt voor een belangrijk deel bepaald is door zeggen, de genetische verschilletjes die we allemaal hebben. Die we dus hebben gekregen van onze vader en moeder. En vervolgens bepaald is door de omstandigheden in de baarmoeder. Zoals de moeder rookt tijdens de zwangerschap. Dan heb je meer kans op agressief en crimineel gedrag van het kind. En zo zijn er veel factoren. Ook de spiegels van de geslachtshormonen vroeg in ontwikkeling en later in het bestaan. Zijn belangrijk voor het niveau van agressief gedrag. Dus je kunt je afvragen hoe moreel verantwoordelijk dat wij zijn voor onze daden. In de zin van onze delicten. Neemt niet weg dat je natuurlijk toch wel kunt straffen. Ook als je iemand niet moreel verantwoordelijk stelt. Dan kun je zeggen, jij hebt dat gedaan, ik straf jou. En dan hoop je dat de volgende keer ook die straf wordt meeberekend. In de door computer. Het brein. Ja. En dat is dan een van de factoren die mee gaat tellen in de beslissing. En bij sommige mensen helpt dat en bij anderen niet? Ja, er zijn mensen die kun je straffen wat je wil, maar daar helpt het absoluut niet. En er zijn mensen die één keer iets stoms doen en gestraft worden en voor de rest van hun leven weten dat ze het niet meer moeten doen. Evolutionair voordeel kunnen spreken in verband met geloof of agressie. Dat dingen zijn die verankerd zijn omdat ze een functie hebben. Ja, als we een tijdje teruggaan, zeggen vele honderdduizenden jaren teruggaan. In de tijd dat de mensen in de savanne leefden. In groepen waar er net genoeg voedsel was voor een groep om te overleven. Dan was het natuurlijk uitermate bedreigend als er een andere groep in de buurt kwam. En die groep die moest geëlimineerd worden. En agressie heeft wat dat betreft een enorm evolutionair voordeel gehad. Discriminatie natuurlijk ook. Want de anderen die deugen niet, de anderen, daar moet je korte metten mee maken. En die groep moet zichzelf herkenbaar maken als groep. En religie, alles wat er omheen zit met uiterlijke kenmerken en met de rituelen, maakt de groep herkenbaar, maakt het tot groep. En de groep kan zich als groep ook sterker en zekerder voelen en heeft als zodanig een belangrijk evolutionair voordeel. Kan je het ook in die zin zien, net als agressie en discriminatie, als iets wat primitief is? Of heeft het nog steeds zijn voordelen? Ja, ik denk wel eens in mijn optimistische momenten dat zowel agressie als religie geen evolutionair voordeel meer hebben. Het heeft geen zin meer om tegen elkaar ten strijde te trekken. Dat brengt alleen maar verliezers mee. Het heeft ook geen zin meer om muurtjes rond groepen te bouwen. Integendeel, er is een globale uitwisseling van alles aan de gang op dit moment. En ik denk dus dat in een paar honderdduizend jaar agressie en religie verminderd zullen zijn. Kunt u het geloof lokaliseren in het brein? Er zijn ziektebeelden waarbij epileptische activiteit ontstaat, dus heftige elektrische activiteit, heel lokaal. En dat kan aanleiding geven tot een epileptische aanval. Maar wanneer dat gebeurt in de buurt van de hippocampus, dan zijn er enkele mensen die hele religieuze ervaringen hebben. Die zien God, die spreken met God, die krijgen boodschappen van God. En vandaar dat we denken dat een belangrijk knooppunt in zeggen de religieuze bewegingen, dat in de belevenissen die met religie te maken hebben, dat zit in de hippocampus. Zijn er veel epileptici die een grote rol hebben gespeeld in het geloof? Nou, er zijn van verschillende mensen die voortrekkers zijn geweest in religieuze of andere bewegingen, zijn er dit soort epileptische geschiedenissen bekend.
Jeanne d'Arc was er een van die dergelijke epileptische ervaringen had. Mohammed is een ander waar het beschreven is. En Dostojevski heeft uitvoerig geschreven over zijn ervaringen die heel typisch temporaal kwap epileptisch zijn. En hij zegt ook die ervaringen, mensen denken dat Mohammed gek was, maar ze zijn fantastisch, ze zijn heel bijzonder en ik heb ze ook en ik zou ze voor geen goud willen missen. Voor helemaal niets zou hij ze willen missen, zo bijzonder vond hij ze. Apostelen, zijn er nog apostelen? Ja, Paulus is het ook van beschreven. Naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, amen. Het feit dat ze het een religieuze ervaring noemen, komt dat omdat ze al bekend zijn met religie? Of noemt iedereen het zo? Ook een Eskimo of iemand die daar helemaal niets van Maria-verschijningen af weet? Nou, het zou een fantastische winstsituatie zijn voor de westerse religies als iemand in China of Japan met een dergelijke epileptische activiteit opeens Christus of Maria voor zich zou zien. Dat gebeurt niet. Nee. En het zijn altijd ervaringen die horen bij de omgeving en bij de cultuur. Ook de opvoeding die mensen hebben doorgemaakt. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat mensen die niet religieus zijn opgevoed, maar wel een epileptische activiteit in dat gebied hebben, ook zulke ervaringen niet vertellen. Niet of meemaken. Of niet op die manier vertalen. Ja, dat zal op een andere manier vertaald worden. En hoe zit het met bijna doodervaringen, met de tunnel en het licht en zo? Ja, de bijna doodervaringen worden vaak gebracht als het bewijs dat er meer moet zijn. Dat er iets moet zijn na dit leven. En sommige mensen zeggen dus, en dat heb ik meegemaakt bij zo'n bijna doodervaring. Een bijna doodervaring kun je krijgen onder alle omstandigheden waar de hersenen even slecht functioneren. Het kan een hartinfarct zijn, het kan een vergiftiging zijn, het kan ook een piloot zijn in een F-16 die de bochten snel trekt. Gebrek aan zuurstof. Gebrek aan zuurstof voor het brein. Het kunnen ook mensen zijn die een heftig emotionele situatie meemaken. Een ongeluk, bijna verdrinken. Ook dat soort situaties kan aanleiding zijn tot bijna doodervaringen. En die bijna doodervaringen zijn heel stereotyp. Inderdaad, ze beschrijven een tunnel en aan het eind van de tunnel is licht. En dat zijn altijd hele mooie lichtsituaties, mooie landschappen. Ze zien mensen die al overleden zijn, die zien ze opeens terug. En een heel bijzondere ervaring die ze daarbij beschrijven is dat ze uit hun eigen lichaam kunnen treden en gaan zweven en zichzelf kunnen zien van een afstand. En dat uittreden is ook typisch bij bijna doodervaringen. Kun je overigens wel opwekken. Dat is opwekbaar? Ja. In de eerste plaats zijn er weer mensen die van die epileptische aanvallen hebben. Die in dit geval iets hoger plaatsvinden in de hersenen. Gyrus angularis noemen we dat gebiedje. En die maken tijdens zo'n epileptisch aanvalletje mee dat ze uit hun lichaam treden. Telkens weer. Er zijn ook mensen met kleine lesies en migraineaanvallen die in dat gebied verhoogde activiteit hebben en zoiets meemaken. En dan zijn er mensen beschreven die epileptisch waren, maar op zo'n manier dat de epileptische activiteit over de hele hersenen heen ging.
En de bron moest worden weggenomen door operatief ingrijpen. En voordat dat gebeurde zijn er elektrodes geplaatst op verschillende delen van de hersenen om te kijken wat je wel en niet zou kunnen missen zonder al te grote schade. En die elektrodes werden gestimuleerd. En er was één elektrode bij die lag op die gyrus angularis. En op het moment dat die gestimuleerd werd, zei de vrouw op de tafel, zei, ik voel nu mijn armen korter worden, ik voel mijn benen korter worden. Ik ga zweven boven mijn eigen lichaam. En ze beschreef dus precies die uittree-ervaring die mensen ook beschrijven bij de bijna dood-ervaring. Terwijl doktoren er gewoon omheen stonden. Ja, en als je de knop afzet, dan vloept ze weer terug in haar eigen lichaam. En dat is te herhalen. En er zijn verschillende mensen waarbij dat beschreven is. En hoe verklaart u dat, dat mensen dat zo ervaren dan, dat ze zichzelf kunnen zien van afstand? Nou, het is een plaats in de hersenen waar informatie vanuit het lichaam over de stand van het lichaam in de ruimte en vanuit, vanuit het evenwichtszintuig wordt bijeengebracht en gecombineerd met andere zintuiglijke informatie. En die verwerking van zintuiglijke informatie wordt verstoord op zo'n manier dat het beeld van jezelf gaat draaien in je perceptie. En je dus op een andere plek komt te liggen of te staan. Voor je gevoel. Ja, voor je gevoel. Want mensen die daar omheen staan zien daar niks van. Nee, dus veel mensen zien daarin het bewijs van een losse geest, zeg maar. Ja, of de ziel. Sommige mensen spreken van geest en andere ziel. Voor mij is de geest is het product van al onze hersencellen. En de ziel is datgene wat volgens sommigen overblijft van ons na ons overlijden. Los zou staan van het stoffelijke van ons lichaam. En volgens mij is dat een vergissing. Wat zou volgens u het gevoel van die ziel kunnen verklaren? Dat je een ziel hebt, wat... Waarom hebben mensen een ziel verzonnen? Nou, ik denk dat mensen bang zijn voor de dood. Zich niet kunnen voorstellen dat het leven op een gegeven moment is afgelopen. Ik denk dat een hoop mensen zich zo belangrijk vinden dat ze zich niet kunnen voorstellen dat het op een bepaald moment is afgelopen en de wereld gewoon doordraait zonder hen. En bovendien zou het leuk zijn om mensen weer terug te zien waar je op gesteld bent. Vervelend dat je dan ook weer mensen ziet waar je niet op gesteld bent. Maar daar wordt dan nog nooit over gerept, hè? De nadelen van het eeuwige leven. Ja, ja, dat is zo. Daar wordt heel weinig over gesproken. Er wordt wel verteld hoe de hemel of het paradijs eruit zou zien. Daar hoor je ook verschillende verhalen over. Het lijkt me heel saai om daar eeuwig in rond te dolen. Maar als je al die verschillende godsdiensten bekijkt en ziet dat iedere godsdienst de andere uitsluit bij het komen in het paradijs of de hemel, dan kun je denk ik heel gerust zijn. Daar komt niemand in.
Ongelovigen vormen wereldwijd een zeer kleine minderheid van zo'n 2,5%. Dit getal neemt alleen maar af. En gelovigen worden overal ter wereld in staat gesteld hun kinderen te vergiftigen met hun mentaliteit en overtuiging. Via de opvoeding en scholing. Er is een tendens dat fundamentalistische gelovigen aan macht winnen. Is er wel scheiding tussen kerk en staat? In aflevering 2 praat Paul-Jan van de Wind met psychiater Andries van Danzig. Heeft u ooit concrete aanwijzingen gehad voor het bestaan van een God? Aanwijzingen voor het bestaan van God. Ik heb al mensen gekend die ervan overtuigd waren dat God bestond. Maar dat is nog niet een bewijs dat God bestaat, uiteraard. Nee. En er zijn in de loop van de eeuwen veel godsbewijzen bedacht. Maar ik denk dat het doorslaggevende argument daartegen is dat het denken niet beslist over het zijn. Je kunt een conclusie trekken uit de redenering, maar of die conclusie dan ook in de werkelijkheid bestaat, dan moet je naar de werkelijkheid gaan kijken. Ja. En daar in de werkelijkheid is God niet aan te tonen. Waarom is dat geloof zo hardnekkig? Wel, ik denk dat je de vraag andersom moet stellen. Hoe zou het komen dat wij steeds meer zonder geloof gaan leven? Want bijna alle gemeenschappen, misschien wel alle gemeenschappen in de wereld, hebben altijd een geloof gehad. Ja. Van de meest verschillende aard, maar je kunt geen stam wilde vinden of ze hebben een idee over hoe de transcendentie in elkaar zit. En pas sinds de Franse Revolutie zijn er stemmen opgekomen die zeggen van ja, maar misschien kan het wel zonder God en misschien kunnen we de wereld zelfs veel beter begrijpen als we gaan kijken hoe de wereld in elkaar zit en niet de wereld verklaren uit een idee van God. Nou, dat heeft zich langzamerhand voortgezet. De wetenschap is daardoor zeer voortgeschreden. We hebben allerlei raadselen over de wereld ontraadseld die voorheen door God verklaard werden. En dat is een van de redenen waarom mensen God steeds minder waarschijnlijk gaan vinden. Het tweede is waarschijnlijk dat na de Franse Revolutie ook het idee van gelijkheid, van democratie steeds meer ontstond. Terwijl godsdienst altijd onderdeel geweest van hiërarchische gemeenschappen. Waar niet alleen stond God boven de mensen, maar de leider van de gemeenschap ontleende zijn macht ook altijd aan God. Dus het gezag werd aan God ontleend en daarmee kreeg het gezag ook een goddelijke status. En dat bevestigde dus de hiërarchie van die gemeenschap. En naarmate gemeenschappen minder hiërarchisch worden, en bij ons is dat na de 60e jaren heel duidelijk het geval geweest, is dus ook de aannemelijkheid van een God waar alle mensen aan ondergeschikt zijn, steeds minder voor de hand liggend. Voor de cohesie van de samenleving is het nodig dat mensen gemeenschappelijke overtuigingen, zoveel mogelijk gemeenschappelijke overtuigingen hebben. En dat moet je er dus gewoon in pompen, eigenlijk? Dat is altijd gebeurd. Alle geloven, of het nou katholicisme, de gereformeerde geloven, communisme, fascisme, nationaalsocialisme was, ze hebben allemaal hun kinderen vanaf dat ze iets konden begrijpen wat je tegen zei, geïndoctrineerd in die opvattingen. En dat is dat kan je als positief kenschetsen? Dat heeft als positief gevolg dat de kinderen die later volwassen geworden zijn nog steeds geloven in wat ze als kind geleerd is. Dus bijvoorbeeld Sinterklaas, hoe zit het daarmee? Alle Nederlandse kinderen worden grootgebracht met het geloof in Sinterklaas. En dat gaat nooit meer helemaal weg. Ik denk dat iedere volwassen Nederlander zal zeggen dat de kerstman natuurlijk onzin is, maar dat Sinterklaas dat met een schimmel over de daken rijden, dat is toch niet uitgesloten. ik persoonlijk, als ik Sinterklaas tegenkom, ja, is me onmogelijk, maar letterlijk onmogelijk om dag meneer te zeggen. Dan moet ik dag Sinterklaas zeggen. En dat is de indoctrinatie van het geloof in Sinterklaas. Ja, ik ben er ook blij mee. Ik vind het altijd mooi als ik een Sinterklaas tegenkom. Nog steeds die glorie, de glans van Sinterklaasavond, die beleef je dan nog even. En ik denk dat dat met gelovigen, mensen die kerkelijk zijn opgevoed,
ook nog steeds zo gaat. Dat de symboliek en de pracht en praal van de kerken, de leer, dat die allemaal nog een gevoelsbetekenis houden. Ook voor mensen zelfs die van hun geloof zijn afgevallen, die ongelovigen nooit zullen kennen. Maar in Sinterklaas heb je gemiddeld maar 2 jaar geloofd. Dus zo'n geloof is dan nog sterker verankerd. Ja, zo God. Sinterklaas bewijst hoe weinig ervoor nodig is om de ziel van een kind blijvend te veranderen. En heeft het ook schadelijke, kan het ook schadelijke gevolgen hebben, die indoctrinatie in geloof voor kinderen? Dat hangt er vanaf wat je ze leert. Hè? Het is bijvoorbeeld bekend dat de gereformeerde leer dat ieder mens geneigd is tot alle kwaad en niet in staat tot enig goed. Dat binnen die gereformeerde gemeenschap meer depressies voorkomen dan bij de gemiddelde Nederlandse bevolking. En het is ook een, laten we zeggen, depressogene leer die ik zojuist uitsprak. Dus het hangt van de leer af in hoeverre een kind schade oploopt? Of zijn er ook andere aspecten aan het geloof wat het kan veroorzaken? Nee, bijvoorbeeld wanneer bij de leer hoort dat homoseksualiteit een doodzonde is en je wordt als homoseksueel geboren, dan ben je slecht af onder die geloofsbedeling. Wanneer je als vrouw behept bent met een actief en daadkrachtig karakter die zich in de wereld waar maken, en je leert dat de vrouw ondergeschikt is en de man in de tweede plaats moet innemen, dan ben je als vrouw slecht af. Dat is bij de emancipatie van vrouwen ook gebleken, hoeveel vrouwen leden onder de plaats die het geloof hun in hun gezin en de samenleving toekende. Geloof maakt meer kapot dan je lief is. En het, iets als het celibaat bijvoorbeeld, wat voor gevolgen kan dat dan hebben voor een mens? De omgang met seksualiteit, het onderdrukken daarvan. Wel, de seksualiteit is een groot centraal probleem van veel religies geweest. Dat moest in goede banen geleid worden, in dienst gesteld worden van het verwekken van zielen binnen het huwelijk, wat ook een uit God gegeven instituut was. En dat heeft dus voor grote spanningen gezorgd bij mensen voor wie die leer te eng was, te streng was. Het verbod op masturbatie is natuurlijk voor vele opgroeiende jongens en meisjes een gruwelijke straf geweest. Dat ze er voortdurend moesten vechten tegen hun natuurlijke neigingen om zich wel te bevredigen. Ja, dus het is eigenlijk een gruwelijke afbuiging van de menselijke natuur. Heel veel mensen hebben er ernstig onder geleden, ja. En het celibaat, het is best denkbaar dat er celibataire priesters zijn die, zoals dat dan heet, hun neiging gesublimeerd hebben in hogere belevingen. Ik weet dat niet, maar ik zal het niet ontkennen. Maar ik denk dat er ook heel veel priesters zijn die ernstig geleden hebben onder de dwang die ze hun seksuele natuur op moesten leggen. Iedere keer als ze toch masturbeerden, waren ze doodzondig. En ze zochten uitlaat in verboden contacten met huishoudsters. Als je homoseksueel was, leefde je altijd in een gruwelijke illusie, zoals kort geleden gebleken is bij het zichtbaar worden van die seksuele stoornis van priesters. Dus er wordt erg veel van mensen gevraagd om celibatair op te gevoed te worden. Waarom hebben mensen zo'n behoefte aan een absolute waarheid? Waarom moet overal een antwoord op zijn? Nou, ik denk dat sinds een mens kan denken, hij het heel moeilijk vindt om problemen te zien waar hij geen antwoord op heeft. Om zich uitgeleverd te voelen aan een wereld waarin het slecht met hem af zal lopen en hij onmachtig is daar iets aan te doen. Dus het bedenken van een helpende, steunende God is daarvoor nuttig. En God heeft het geloof heeft een hele duidelijke functie voor vele individuele mensen. Hoe komt het dat mensen toch stug door kunnen geloven, terwijl het rationeel totaal tegen alles indruist van logica en werkelijkheid?
Maar de gedachte dat mensen rationele wezens zijn, is een vergissing. Mensen zijn in aanleg dieren. En ze leven dus vanuit wat we noemen hun gevoel, hun aandriften, hun voorkeuren. En als ze er wat bij moeten verzinnen, dan doen ze dat gewoon. Ja, daar zijn theologen voor om de tegenstellingen te verklaren. Maar die theologen verklaren het altijd vanuit de onwrikbare aanname dat de verklaring uit God moet komen. Er zijn maar heel weinig theologen die al redenerend zeggen, nou, het klopt niet, dus God bestaat niet. Dan zijn ze geen theoloog meer. Hebben dieren ook bewustzijn? Ja, dieren hebben bewustzijn, uiteraard. Het is duidelijk, aan iedere hond kun je zien dat hij weet wat er in zijn wereld gebeurt. Dieren hebben een principeel ander bewustzijn dan de mens. Het verschil is natuurlijk ook wel de slimheid, maar in de eerste plaats dat de mens bewustzijn van zijn bewustzijn heeft. Reflectie. De mens heeft reflectie en dat heeft een hond niet. Een hond leeft in het ideaal van de Oosterse godsdiensten. God is zo'n Oosterse leren. Een hond leeft in het hier en nu, in het moment. En in Oosterse godsdiensten streven ze daarnaar eigenlijk? Ja. Naar het bewustzijn van een hond? Naar mij verteld wordt, is het hoogste streven van de Boeddha om in het moment te leven. En ik denk dat de mens nou misschien maar per moment gegeven is, omdat de reflectie zich toch niet laat uitschakelen. Kun je mensen eigenlijk alles wijs maken? Nou, dat blijkt wel. Als je ziet dat mensen door de eeuwen heen geloofd hebben in 100 goden of één god. Een god die zijn zoon offert, dat vrouwen ondergeschikt zijn aan mannen. De mens goed is, dat de mens slecht is. Je kan het zo gek niet bedenken of mensen hebben dat met overtuiging geloofd. En wat is dan het verschil tussen bijgeloof en geloof, eigenlijk? Bijgeloof is het geloof van een ander. Dat iedere gelovige vindt dat andere geloven bijgeloven zijn. En geen geloof trekt daaruit de consequentie dat zijn geloof dus waarschijnlijk ook bijgeloof is. Een ongelovige ziet dat spektakel aan en denkt, hoe is het toch mogelijk dat ze niet beseffen dat hun geloof ook een bijgeloof is. Dus al het geloof is eigenlijk bijgeloof? Dat is mijn persoonlijke mening, ja. Dat is mijn geloof. Het geloof jaagt mensen ook een heleboel angst aan. En toch keren mensen zich daar niet van af. Ik kan me voorstellen dat als je bang wordt van Sinterklaas, dat je dan als kind, ja, dan wil je daar niet meer naartoe. Maar met God gebeurt dat toch niet, terwijl mensen heel erg bang kunnen worden van wat hun te wachten staat als ze iets verkeerd doen, bijvoorbeeld. Nou, er zijn twee manieren om op angst te reageren, met vechten of vluchten. Of met opstandig worden of onderwerpen. De gelovigen die bang zijn voor God, kiezen de weg van onderwerping aan God, anders zouden ze uit het geloof treden. Ja. Dus, en de onderwerping aan God worden door het geloof ook aangeprezen. Dat is de manier om met God om te gaan. Dus de angst voor God kun je bezweren door naar zijn wil te leven. Want dan ben je weer een deugdzame gelovige. Tenzij je wat foutjes maakt. Als het geloof heel streng is bijvoorbeeld, maak je al snel foutjes. Dan kun je alleen maar om vergeving bidden. Daar hebben de gelovigen allemaal antwoorden op. Daar hoeven wij ons geen zorgen over. Hoeven ons geen zorgen te maken, dat hebben ze prima voor elkaar. Een van de problemen van het geloof in God is dat het maatschappelijk gezien
zich heel vaak presenteert als in het bezit van de waarheid te zijn. En die waarheid dient dan voor alle mensen te gelden. En door de eeuwen heen zijn mensen die die waarheid niet konden accepteren ook te vuur en te zwaard omgebracht. Er zijn godsdienstoorlogen geweest, ketters zijn verbrand, ongelovigen werden uit de gemeenschap gestoten. De absolute waarheidsclaim van het geloof heeft behalve tot cohesieve gemeenschappen ook geleid tot grote ellende voor mensen die het er niet mee eens waren. En sinds wij na de Franse Revolutie gaan streven naar democratische gelijkheid voor alle burgers en het recht op eigen opvattingen te hebben, gaat het geloof ook steeds meer botsen met die democratische opvatting. Ik denk dat in een democratie het geloof zich in zal moeten perken in zijn pretenties. Dat een absolute waarheid verdraagt zich slecht met een democratische gemeenschap. Democratie is nog maar buitengewoon jong en buitengewoon kwetsbaar, want ik denk dat de mens naar zijn aard een hiërarchisch groepsdier is. Dat wil zeggen dat hij vanzelfsprekend om een leider vraagt als het moeilijk wordt. Dat zie je nu ook weer gebeuren met Bush, met Fortuyn. En een leider zich nog kan permitteren om democratische regels terzijde te schuiven. Zoals nu ook de discussie over de gevangenen van de Amerikanen die rechteloos opgesloten zijn weer bewijst. Zo vlug kan zoiets, kan de democratie verdwijnen als de mens in nood komt. Dus democratie ligt eigenlijk niet in de aard van de mens? Zoals ik zeg, ik denk dat mensen geneigd zijn om zich een leider aan te meten. En in die zin is God de ultieme leider? Hij was almachtig en al goed. En dat is een beeld van iemand die machtig is en goed voor je zorgt. En in gevaar is het natuurlijk heerlijk om te bedenken dat er zo iemand bestaat. Daarna krijg je hele ingewikkelde redeneringen waarom er dan toch vaak zo slecht voor je gezorgd wordt. En daarvoor is dus het begrip van de zonde uitgevonden. En een van de aspecten van godsdienst is ook dat als het verkeerd gaat, dat je naar jezelf moet kijken en kijken wat jij verkeerd gedaan hebt, zodat je nou zo slecht met je gaat. Dat zijn ingewikkelde redeneringen waardoor ook heel veel mensen in grote gewetensnood zijn gekomen, omdat ze hun falen aan zichzelf toe moesten schrijven. Dus de godsdienst die wij kennen heeft ook heel veel met schuldgevoel te maken. En de term God is liefde bijvoorbeeld. Als je God tegen zou komen, wat zou je dan zeggen of wat zou je dan denken? Nou, als ongelovige vind ik het altijd heel moeilijk om te begrijpen dat mensen die tegenstelling kunnen ervaren. God is liefde, maar mijn kind is onder een auto gekomen. Daar heeft de theologie heel veel antwoorden op. Je moet berusten, je moet geloven in God, je moet begrijpen dat het goed gaat. Je zult hier in je naam als elkaar weer tegenkomen. Ondertussen is je kind wel dood. Dus dat te rijmen met een algoede God, denk ik, is voor iedereen moeilijk. Maar dat is dan ook de opgave van het geloof om daar toch standvastig in te blijven. Dus ook op zich op alles een antwoord. Maar van buitenaf gezien, ja, sta ik dan verbaasd te kijken hoe mensen dat hebben kunnen bedenken. Is de mens geboren met een geweten of moet een geweten gevormd worden? Er zijn verhalen over mensen die niet gevormd zijn. Die kinderen. Wolvenjong. Dat worden geen mensen. Dat blijven dieren. Instinctmatig. Ja, dus alle mensen worden gevormd. Ze worden opgevoed, heet dat. En opvoeden betekent regels van anderen toegediend krijgen als principe van de manier waarop je moet leven.
We zijn in staat om een geweten te krijgen. Zo zijn we. Dat hoort bij onze biologische uitrusting. We zijn ontvankelijk voor een geweten. Ja, maar het geweten moet gevormd worden. Het geweten wordt gevormd doordat vader en moeder zeggen... als je de A doet, vinden we je liever dan wanneer je B doet. En iedereen wil graag liefgevonden worden. Dus je gaat zelf ook A verkiezen boven B. Via het geweten word je lid van de gemeenschap. Eerst van het gezin, later van school en tenslotte van de maatschappij. De moeilijkheid is vaak dat verschillende gemeenschappen verschillende gewetens hebben. Hè? Voor je ouders leer je dat je niet mag vechten. En op school leer je dat als je niet vecht, ben je mietje. Nou, ga maar kiezen. Moeilijk genoeg. Dus het blijft altijd een labiele toestand, de aanpassing aan de gemeenschap door innerlijke regels. Dus geweten zijn eigenlijk de innerlijke regels en de moraal zijn eigenlijk de regels van buiten. Het geweten is de instantie waardoor een individu in staat gesteld wordt om naar de morele regels van de gemeenschap te leven. Is de moraal iets van het geloof? Of heeft het met het geloof te maken? Het wordt in ieder geval wel door het geloof geclaimd. Dat lijkt me mooi. Kijk, moraal betekent gewoon de gedragsregels van de gemeenschap. En het is dus ondenkbaar dat er een gemeenschap is zonder moraal. Dan zou die uit elkaar vallen. Dan zou het een strijd tussen individuen worden. De algemene regels die een gemeenschap beheersen en die dus aan kinderen geleerd worden in hiërarchische gemeenschappen, dat noemen wij moraal. Een van de problemen van een democratie is dat er zo'n moraal niet expliciet bestaat. Dus we moeten zelf een moraal gaan samenstellen. De beste moraal voor de democratie. Nou ja, we hebben de democratie al gekozen. En ik denk dat die keuze impliceert een aantal daaraan ten grondslag liggende waarden en normen. Die een dergelijke samenlevingsvorm mogelijk maken. Nou, breng die onder woorden. En maak daar een catechismus van. De catechismus van de democratie. En leer dat aan alle burgers van 2 jaar af. Dus moraal is eigenlijk een natuurlijke noodzakelijkheid om als gemeenschap te overleven? Ja, absoluut. En de democratie is dus een interessante en riskante onderneming om een gemeenschap te maken waarin verschillende moralen gelijke rechten hebben. En ik zou graag zoeken naar een moraal die die verschillen overkoepelt. Universele rechten van de mens bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld, daar begint men al. Hè. Ik heb democratie wel eens beschreven als de eerlijke verdeling van de ontevredenheid. En iedereen een beetje ontevreden? Iedereen een beetje ontevreden. Iedereen zo'n beetje ongeveer gelijk ontevreden. Dat zou de consequentie zijn van het samenleven met verschillende opvattingen. Ongelovigen vormen wereldwijd een zeer kleine minderheid van zo'n 2,5%. Dit getal neemt alleen maar af. En gelovigen worden overal ter wereld in staat gesteld hun kinderen te vergiftigen
met hun mentaliteit en overtuiging. Via de opvoeding en scholing. Er is een tendens dat fundamentalistische gelovigen aan macht winnen. Is er wel scheiding tussen kerk en staat? In aflevering 3 praat Paul-Jan van de Wind met rechtspsycholoog Hans Krombach. Staan er artikelen in de grondwet die gelovigen beschermen? Ja, het belangrijkste en het meest voor de hand liggende artikel is natuurlijk artikel 6 van de grondwet, dat de vrijheid van godsdienst garandeert. En het is daarom merkwaardig, omdat andere artikelen in diezelfde grondwet, artikel 1, het discriminatieverbod, maar ook de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vergadering, vereniging en vergadering, in feite al ook godsdienstige verenigingen en de mensen die daarbij horen, beschermen en de vrijheid geven om te doen wat zij willen. En je vraagt je af waarom dat nog eens voor geloofsovertuigingen speciaal in de grondwet gezet zou moeten worden. Dus dubbel op of tweedubbel op. En dat komt natuurlijk omdat men kennelijk vindt dat godsdienst en godsdienstige overtuigingen van andere aard, van betere of belangrijker aard zijn dan alle andere meningen die mensen kunnen hebben en die in een ander artikel worden beschermd. En een ander artikel in de grondwet? Nou, dat is het fameuze artikel 23, dat iedereen kent als het artikel wat gaat over de vrijheid van onderwijs. Al nu, onderwijs, dat onderwijs vrij is en dat de inhoud van het onderwijs niet van bovenaf door de staat wordt opgelegd, staatseducatie, dat is een heel goed idee. Maar waar het om gaat is de wijze waarop allerlei religieuze groeperingen dat artikel gebruiken om hun godsdienstige overtuiging op de jongere generatie over te dragen in scholen en onderwijsinstellingen. En dat betekent dat daar kinderen, grote groepen kinderen, die tegen indoctrinatie van alle aard en soort geen verweer hebben, op zeer jeugdige leeftijd worden opgezadeld met religieuze overtuigingen, waarvan de meesten zich hun leven lang niet meer kunnen losmaken. Dat wil zeggen dat je zou kunnen concluderen dat godsdienstvrijheid voor iedereen geldt, behalve voor kinderen. Want die krijgen hem opgedrongen en zitten daar aan vast. Er is een hele literatuur in Nederland ontstaan over de problemen die mensen hebben bij het zich losmaken van deze op jeugdige leeftijd ingeplante overtuigingen. En dat zijn dan succesvollen die er een mooi boek aan kunnen schrijven. Maar de overgrote meerderheid van mensen zit ermee opgezadeld. En alles wat dat inhoudt, om bijvoorbeeld te noemen de schuldgevoelens die bijna alle godsdiensten met grote zorg voeden in mensen om ze mak te houden. Zou het verboden moeten worden? Nee, godsdienst verbieden, voor zover het gaat om een persoonlijke overtuiging, is onverstandig. Want ook ik hecht aan de vrijheid van meningsuiting en überhaupt gedanken ziet vrij. Hè? En daarom wil ik godsdienst niet verbieden, zolang als andere mensen daar maar geen last van hebben. Het moet een louter particuliere zaak zijn. Zou je het dan in het onderwijs moeten verbieden? Nou, ik denk dat in het onderwijs godsdienst en alles wat daarmee te maken heeft gewicht zou moeten worden, inderdaad. En als die mensen dus dat soort overtuiging moeten hebben, die moeten ze dan geheel particulier maar beoefenen. En ik zou dus willen zeggen, daaraan boven zou ik geneigd zijn om mensen dat te ontraden. Om ze proberen te ontmoedigen om zulke overtuigingen te ontwikkelen. Want hoe zou je dat inderdaad moeten verbieden? Hoe zou je dat kunnen implementeren? Om de godsdienst geheel uit het openbare leven te bannen. Dat is een particuliere kwestie. En dat al die godsdienstige... De godsdienst doortrekt de hele samenleving op alle mogelijke punten. Je komt het voortdurend tegen. In allerlei symbolen, op straat, in wat mensen doen, in organisaties, in gebouwen, in de media. Het is overal. We betalen er ook allemaal voor, ja. Dat onderwijs. We betalen in feite voor onderwijs waarvan veel van de mensen die betalen van mening zijn dat het mensen opzadelt met overtuigingen die zij onwenselijk achten.
Heeft verzet tegen geloof enige zin? Hangt er vanaf hoe je dat verzet doet. Als je daar echt tegen probeert te prediken, dan denk ik dat het eerder problemen oproept. Omdat het de gelovigen aanwakkert in hun overtuiging en hun neiging om jou dan te gaan bestrijden. Je kunt dat beter een stuk goedmoedig doen. Iedere dwang daarin voert alleen maar het fanatisme van de andere partij aan. Belangrijker is dat we het zoveel mogelijk uit het publiek leven weren. En de belangrijkste plaats waar je dat niet wil hebben is in het onderwijs. Van laag tot hoog. Dus van niet alleen van lagere school, ook die bijzondere universiteiten. Hè? Ook dat. Het moet allemaal, onderwijs moet openbaar en onaangodsdienstig zijn. Ik denk dat als we de godsdienst uit het onderwijs zouden kunnen halen, dat we al een hele stap zijn in het remediëren, in het verbeteren van de negatieve invloed die de godsdienst heeft op het openbare leven en op de politiek. Het meest frappante voorbeeld, wat mij althans het meest aanspreekt, is dat euthanasie aan strikte banden is gelegd en lang überhaupt verboden was. De wens om een fatsoenlijke dood te sterven naar eigen inzicht, dat is wat veel mensen willen en wat allerlei godsdienstige groeperingen op grond van hun overtuigingen niet alleen zelf niet willen doen, maar ook aan anderen zoals ik willen onthouden. En deze vorm van doorwerking van de godsdienst in het maatschappelijk leven, daar moet een einde aan gemaakt worden. Wet blasfemie? Ja, de wet op smalende godslastering. Ja, dat artikel is er dus. Het historische curiosum. En onlangs in het nieuws gekomen omdat meneer Donner meende dat weer tot leven te moeten wekken. Maar dat is meteen, was daar een massale tegenactie in het parlement. En dat komt dus ook nooit meer terug. Maar moeten we die wet op blasfemie zo begrijpen dat een niet bestaande entiteit, God dus, ja, beschermd wordt tegen belediging? Ja, dat is zoals je hem leest. Je kunt natuurlijk zeggen dat artikel bedoeld is om een God te beschermen tegen meningen die hem niet welgevallig zou zijn of zouden kwetsen. Maar ik denk dat de praktijk, de gelovigen worden beschermd of moeten worden beschermd door het artikel tegen uitlatingen die hun niet bevallen en daarom kwetsen. Maar zoals ik al zei, dat wordt niks. Godzijdank. Wat voor logica zit er in het geloof? Er zijn nergens zoveel geloven als bij ons, maar die sluiten elkaar ook allemaal weer uit. Ja, je zou hoe gaan gelovigen met die logica om? Ja, laat eerst over die logica hebben. Al die geloven menen dat zij op het gebied van godsdienst de waarheid hebben. Nou, om puur logische redenen, zonder iets te weten van de inhoud van hun leerstellingen, kun je dus zeggen dat ze het allemaal fout hebben, behalve één. Dat is de beste uitkomst. Ze kunnen ook nog allemaal tegelijk fout hebben. En het interessante nu is inderdaad dat je afvraagt hoe het mogelijk is dat al die mensen die bij allerlei rare kerkgenootschappen boren, groot of klein, hoe die in hun hoofd omgaan met de gedachte dat toevallig alleen zij de volledige waarheid kennen en dat al die andere mensen dus dom zijn en vol zitten met misverstanden. En ook naar de hel gaan. En daarvan de consequenties zullen moeten dragen en naar de hel gaan. Hoe je zoiets in gemoede kunt denken, zonder dat het je doordringt, dat je iets heel belachelijks zegt, ja, dat ontsnapt mij geheel. Maar ja, het geestelijk leven van de gelovigen is mij dan ook vreemd.
Hebben gelovigen de moraal in pacht? Ja, dat denken gelovigen. En dat, moet ik eerlijk zeggen, is een van de ergste, de dingen die mij het meest ergert. Dat gelovigen mij met, in het hiernamaals met de hout dreigen, dat is niet aardig van ze. Maar daar haal ik mijn schouders over op. Maar wanneer gelovigen van mening zijn dat iemand die geen geloof heeft, dus ook geen moraal kan hebben en tot alles in staat is, dat is iets wat me werkelijk diep kwetst en ergert. En let wel, behalve dat veel gelovigen dat particulier in de kroeg of als ze daar niet komen, dan in de kerk zeggen, het is officieel gezegd. In de tijd toen vlak voor het eerste kabinet, het Paarse kabinet aan de macht kwam en dat de mensen begonnen door te dringen dat er wellicht een coalitie zou komen zonder christelijke partij, heeft Brinkman nadrukkelijk gezegd tijdens de verkiezingstoespraak dat dat zou betekenen dat de moraal in Nederland en het fatsoen te grabbel zouden worden gegooid door deze ongelovigen. Nou, dat is een vorm van dingen waar ik niet mijn schouders over kan opdagen en die ik vind dat eigenlijk niet gezegd moet worden. Er zijn nogal wat oorlogen waar godsdienst een rol bij speelt. We kennen ze allemaal, nou in Irak en Afghanistan, Noord-Ierland, de Balkan. In het verleden zijn er talloze voorbeelden van, waarbij het nooit helemaal zeker is of wat nou de belangrijkste drijfveer voor die oorlog was. Of het nou economisch gewin of macht was, of dat er een godsdienstige overtuiging was. Maar godsdienstige overtuigingen komen er dikwijls aan te pas. En dat is ook wel handig, ook omdat zij wreed gedrag rechtvaardigen wat anders zeer afkeurenswaardig zou zijn. Maar nu men Gods werk doet, wordt plotseling, wat gruwelijk eerst was, een nobele daad. En dat is, de kunst is, als je mensen slechte dingen laten doen, moet je ze niet duidelijk maken hoe slecht het is, maar moet ze een nobel oogmerk daarbij geven. Dan zijn mensen bereid tot bijna alles. En we hebben talloze oorlogen gehad waarbij dat godsdienstige element een belangrijke rol spelen. Zozeer dat je je moet afvragen of je godsdienst, niet alle godsdienst, niet alle aanhangers van die godsdienst, maar het verschijnsel godsdienst niet historisch moet zien als een van de gevaarlijkste verschijnselen die wij kennen. Omdat er zoveel doden omgevallen zijn. Heeft u respect voor geloof? Nee. Nee. Voor geloof heb ik zeker geen respect, omdat ik denk dat het allemaal een verschrikkelijk misverstand is. Ik vind dat ik respect moet opbrengen, althans gelovigen respectvol moeten behandelen. Maar gelovigen, sommige gelovigen, maken dat soms erg moeilijk. Noemt u eens een voorbeeld? Wie maken het voor u moeilijk? Nou, gelovige christen als de Amerikaanse president van dit moment maakt het en zijn evangelische volgelingen, Bush dus, en zijn politieke achterban, die bestaat uit de moral majority of the Christian majority of the Christian coalition, noemen ze het geloof ik. Nou, dat, als ik dat hoor en wat die mensen uitkramen, dan wordt het voor mij moeilijk om zelfs voor die mensen als personen respect te kunnen opbrengen. Er zijn grenzen aan de domheid die aan respect in de weg staan. Kun je mensen alles wijs maken? Ja, bijna alles. Ik heb me daar ook mee bezig gehouden in verband met mijn vak. Hè. Dan is de vraag of getuigen ook alles kunnen wijsgemaakt worden. En dat blijkt tot bijna absurde niveaus mogelijk te zijn. Met mijn studenten erover pratend heb ik wel eens gedacht om tegen ze te zeggen, als je wil weten wat je mensen kunt wijsmaken, moet je eens een kerk binnenlopen. Het meest markante voorbeeld van wat je mensen kunt wijsmaken is godsdienst. Omdat het totale flauwekul is die niet toetsen is aan de werkelijkheid. Nee, eerst plaats is er geen enkele evidentie, geen enkel bewijs voor. Geen aanwijzingen. Dat er God bestaat. Maar er zitten ook allerlei doctrines in die op het eerste gezicht wel ondervoegen. De maagd Maria, de moeder maagd Maria, moeder maagd Maria. Als je daar niet over nadenkt, en kleine kinderen denken er over zo niet over na, dan onthouden ze dat. En nou, dat houdt dat heel redelijk. Maar dat is het natuurlijk niet. Maar allerlei mensen geloven dat er een persoonlijkheid is, of, ja, een God is die uit drie personen bestaat.
De Vader, de Zoon en de Heilige Geest met ieder een eigen functie. Ja, dat zijn bizarre denkbeelden. Dat in de eucharistieviering van de katholieken een stuk brood veranderd wordt in het lichaam van Christus. En dat dat niet een metafoor is, niet een vergelijking is, maar een werkelijkheid. Ja, er zijn allerlei mensen die dat geloven. En ik vraag me af, hoe kom je aan zulk geloof? Ja. Want je hoeft geen theoloog te zijn om te realiseren dat er iets heel raars beweerd wordt. Wat in de normale omstandigheden niet voorkomt. Er zijn geen vrouwen die zwanger worden en nog maagd zijn. Dat komt niet voor. Maar hoe is het dan mogelijk dat mensen daar massaal in geloven? Ja, omdat dat de autoriteitsfiguren wordt verteld. En wel op zeer prille leeftijd. Aan kinderen wordt dat verteld. En die zijn geneigd om te geloven wat volwassenen zeggen. En zo geloven ze in Sinterklaas en zo geloven ze in God. En wat Sinterklaas betreft, dan wordt later wordt dat gecorrigeerd. Ja. En wat God betreft niet, hè. En daar blijf je dan mee zitten. Ja. Zijn er onderzoeken gedaan in de psychologie die aantonen hoe onbetrouwbaar de waarnemingen van mensen zijn? Ja, natuurlijk. Niet alleen onderzoeken, er zijn duizenden studies van deze aard, waarbij mensen eerst iets wordt getoond. Dat is voor de onderzoeker van belangrijk dat hij weet wat er te zien was. En dan vervolgens wordt gevraagd om aan mensen die dat gezien hebben, dus de getuigen, om te rapporteren wat ze gezien hebben. En wat men dan doet, is proberen daar veranderingen aan te brengen. Er is ook een mogelijkheid om dingen die mensen helemaal niet gezien hebben in te planten. En mijn eigen onderzoek op dat gebied is wel hilarisch, omdat ik een jaar na de Bijlmerramp aan mensen gevraagd heb, gezegd heb, ik wil weten hoe goed uw herinnering aan die ramp is. En eerst wil ik u vragen, hebt u in de tijd de tv-beelden gezien van het moment waarop het vliegtuig het flatgebouw raakte? Zo nee, dan hoeft u de volgende vraag niet te beantwoorden. Zo ja, wilt u dan de volgende vraag beantwoorden? Hoe lang duurde het eerder brand uitbrak? Onder welke hoek raakte het vliegtuig het gebouw? En soortgelijke dingen. Viel het naar beneden of bleef het steken? Nou, en het markante is nu dat 66% van de proefpersonen op de vraag, heb je de tijd die beelden gezien, ja antwoordt. En vervolgens ook die vragen gaat beantwoorden. Dus uit een herinnering daar diep over nadenkt en die vragen dan beantwoordt. En dat betekent dus dat wat een eenvoudige suggestie die in die vraag besloten ligt, hebt u in de tijd, et cetera. Want die beelden bestaan niet. Nee, die beelden bestaan niet. En wie even nadenkt, weet dat ook, kan dat ook bedenken dat die er niet bestaan kunnen hebben. Maar mensen geloven mij graag als ik de vraag stel, zeggen ja en realiseren zich ook daarna niet dat er iets fout is. En gaan dus inderdaad hun geheugen na over hoe lang het duurde eer die brand uitbrak. En geef ook precies antwoord. 30 seconden. Anderhalve minuut. Ik bedoel, daar wordt over nagedacht en dan geantwoord. Nou, dat laat ze ongeveer zien dat je een heel nooit gebeurde gebeurtenis bij volwassen mensen kunt implanten. Is de herinnering en de ervaring eigenlijk wel betrouwbaar? Nee, wij hebben allemaal persoonlijk ervaringen mee hoe vaak we ons vergissen in onze herinneringen en hoe slecht we leren van onze ervaringen, waarvan je begonnen denkt, ja, dat had ik nou toch moeten zien aankomen. En dan word je er weer door verrast. Dat is heel gebruikelijk. In belangrijke mate is dat wat herinneringen betreft, de algemene regel is dat vergeten regel is, iets onthouden is uitzondering. Maar in die zin zijn religieuze ervaringen automatisch ook totaal onbetrouwbaar, lijkt me. Ja, ik weet niet wat u met religieuze ervaringen bedoelt. Mensen die geestverschijningen hebben. Om maar wat te noemen, ja. Ja, onze psychiatrische ziekenhuizen zitten vol met mensen die dingen zien die er niet zijn. Dat komt voor. Dat is een twist in het brein van die mensen. Dat is tragisch. Maar wij proberen die mensen liefdevol te verzorgen. We brengen ze niet iedere zondag samen in een kerk. Ja.
Ja! Toch kan je geloof niet als een psychische aandoening zien? Nou, als een eigenaardigheid, aandoening niet. Het kan zekere vormen van geloof, de zeer, zeer sterk doctrinaire, of zoals we het tegenwoordig noemen, fundamentalistische godsdienstige opvattingen, vertonen inderdaad kenmerken van een psychiatrische stoornis. Ze zijn obsessief en compulsief. En mensen die over andere dingen obsessieve gedachten hebben, die krijgen een psychiatrische diagnose en probeert men iets aan te doen. Maar de gemiddelde gelovige, die wel lidmaatschap is, maar daar niet van die heilige overtuigingen bij heeft, waarvoor die zelf zou willen sterven, of bij voorkeur anderen voor zou willen laten sterven, dat soort gedachten heeft men niet. Als iemand, als ze ervoor moeten sterven, dan zijn ze bereid ervan af te zien. Maar enkele niet. En daarvan kun je je afvragen of die geestelijk inderdaad wel helemaal gezond zijn. En die zou je dus op moeten kunnen sluiten eigenlijk? Ja. Of behandelen? Ja. Ja, dat zou je kunnen doen. Maar dat gebeurt dus niet? Nee. De wereld zit er vol mee. Ja. De mensen die denken dat ze Napoleon zijn, die komen niet alleen in grapjes voor, die komen ook in werkelijkheid voor. Ja. Dus in wezen leven we in een open inrichting? Ja, de kunst is om niet helemaal gek te worden. Ja, dat is ongeveer wat je als doel van het leven voor ogen kunt houden. De kunst is je niet al te zeer in de war te laten brengen. Ja, toch? Ongelovigen vormen wereldwijd een zeer kleine minderheid van zo'n 2,5%. Dit getal neemt alleen maar af. En gelovigen worden overal ter wereld in staat gesteld hun kinderen te vergiftigen met hun mentaliteit en overtuiging. Via de opvoeding en scholing. Er is een tendens dat fundamentalistische gelovigen aan macht winnen. Is er wel scheiding tussen kerk en staat? In aflevering 4 praat Paul-Jan van der Wind met traumatoloog en psychiater Carla Rus. Je hebt als psychiater veel gewerkt met religieuze vrouwen die het slachtoffer waren geworden van seksueel geweld.
Wat is volgens jou het verband tussen religie en geweld tegen vrouwen? Nu, als je naar de teksten kijkt, naar de heilige teksten in de Bijbel, de Koran, de Tora, dan staan er erg veel vrouwonvriendelijke teksten die aan kunnen zetten tegen geweld tegen vrouwen. Nu is het op zich niet zo vreemd dat die vrouwonvriendelijke teksten erin staan, want die teksten zijn ontstaan tussen 500 jaar voor Christus en 600 jaar na Christus. En in die tijd was voor overleving van de mensheid fysieke kracht veel belangrijker dan psychologische kracht. En omdat de man daarbij in het voordeel is, heeft hij de grootste stempel gedrukt op de aannames over het leven. Die vrouwonvriendelijke teksten in deze tijd kunnen op zich geen kwaad als ze niet meer letterlijk worden genomen, als ze als symboliek of als een stuk historie worden gezien. Zo zijn er teksten in het Oude Testament van de Bijbel en ook in de Tora waarin staat, verkoopt u uw dochter als slavin, dan kan zij niet vrijkomen als mannelijke slaven. Dat is natuurlijk eigenlijk een verschrikkelijke zin, maar is absoluut in deze tijd niet meer actueel. Nee. Dan is er een andere tekst in de Bijbel, die kan iets meer kwaad. Dat is een verhaal over Lot. En Lot had twee dochters. En Lot heeft met beide dochters geslapen en van beide dochters kinderen gekregen. Er zijn twee sterke volkeren uit voortgekomen. En God heeft er geen enkel negatief oordeel over uitgesproken. En die tekst wordt soms misbruikt, achteraf, door de dader om zijn gedrag te legitimeren. Het wordt natuurlijk wat anders als die heilige teksten letterlijk worden genomen. Dan kunnen ze wel rechtstreeks aanzetten tot geweld. Ik denk bijvoorbeeld aan een tekst in de Koran, dat is hoofdstuk 4, vers 34. Er staat in dat als de vrouw ongehoorzaam is aan de man, dat de man de vrouw mag slaan. En als je bedenkt dat de Pakistaanse theologe Ghazala Anwar, als je bedenkt dat hij zegt dat de meeste moslims helaas nog steeds geloven dat de Koran letterlijk het woord van God is, en wat er ook veel gedragslijnen, hoe je moet leven in de Koran staat, kan die tekst wel rechtstreeks aanzetten tot geweld tegen vrouwen. Nou, als we kijken naar de bewoning van onze Blijf van Mijn Lijfhuizen, dan blijkt inderdaad dat er disproportioneel veel islamitische vrouwen inwonen. Dus het zou een verband kunnen zijn. En islamitische vrouwen zelf, hoe denken die daarover? Zijn die het ermee eens dat ze zo behandeld worden? Nou, daar ben ik dan wel weer wat pessimistischer over. Er is bijvoorbeeld recent een Turkse onderzoek in Ankara. De Universiteit van Ankara heeft dat onderzoek gedaan. En die hebben dus gevraagd naar die tekst of vrouwen het daarmee eens waren dat ze geslagen worden onder bepaalde omstandigheden. En wat bleek? Dat zelfs dat 39% van de vrouwen zelf het geoorloofd vinden als ze geslagen worden onder bepaalde omstandigheden. En dat is als ze seks weigeren, als ze het eten aan laten branden en als ze ruzie heeft met haar man. Ja. En 39% is toch een hoog aantal. Ja. Hoe komt het dan dat ze, ja, dat ze daar eigenlijk mee eens zijn eigenlijk? Dat ze zich daar niet tegen verzetten? Nou, wat ik dus denk, dat er sprake is van een soort identificatie met de onderdrukker. Het is een hele oude religie en dat is van generatie op generatie overgegeven. Dus je krijgt toch een soort indoctrinatie, noem ik het maar. En een soort identificatie met de onderdrukker. En ik denk dat het toch nogal eens voorkomt dat vertrouwde onderdrukking veiliger aanvoelt dan onbekende vrijheid. Het is toch een hele stap om je vrijer te maken van die oude tradities. En het godsbeeld in de drie monotheïstische godsdiensten is patriarchaal. Is dat altijd zo geweest? Nee, dat is niet altijd zo geweest. Dus ongeveer 1500 jaar voor Christus ontstond het Jodendom. En daarvoor hadden de Joden beleden polytheïstische godsdienst. Dat betekent dat ze zowel goden als godinnen aanbeden. En zo zijn er op oude inscripties, is Yahweh afgebeeld. Yahweh is de god die later door en het Jodendom en het Christendom uitgeroepen is tot de enige echte god. Maar op die oude inscripties is dus Yahweh te zien naast de vruchtbaarheidsgodin Asherah, als een soort gemalin. En, maar goed, toen
wilden ze een één god hebben in 1500 jaar voor Christus. Toen hebben ze het polytheïsme met kracht afgeschud. En toen zijn ook de vruchtbaarheidsgodinnen opgeruimd. Hetzelfde geldt trouwens in het Byzantijnse Rijk. Toen 600 jaar na Christus, daar waren ook schikgodinnen en vruchtbaarheidsgodinnen. En toen daar dus de islam ontstond met één god, zijn die godinnen ook opgeruimd. Dus ze wilden eigenlijk naar een abstracte god toe? Ze wilden naar één god die ook abstract is. En de uitdrukking God is liefde is daar een voorbeeld van. Maar ja, helaas konden de meeste mensen die vorm van abstractie niet aan. Dus er waren dan wel weliswaar geen beelden meer van in de buitenwereld, maar des te meer in hun hoofd. En die beelden werden ook wat gepersonificeerd. En dan krijg je maximale kans op projectie. Als een god onzichtbaar is en toch is gepersonificeerd. Dat doet me dus denken aan wat je als psychoanalyticus hebt. Je moet eigenlijk zo weinig mogelijk van jezelf laten zien aan je cliënt. Zodat de cliënt zoveel mogelijk de drijfveren van zichzelf op jou kan projecteren. Daar komen ze dus op tafel te liggen en kunnen ze bewerkt worden. Nou, volgens mij is er iets dergelijks ook gebeurd met die onzichtbare god. Daar zijn de bestaande man-vrouw verhoudingen op geprojecteerd. Nou, de man was in het voordeel, dus de god werd mannelijk. En ja, uitdrukkingen als de Heer uw God of God de Vader verwijzen naar zijn mannelijke aard. En vooral in de Tora en in het Oude Testament, en je ziet het ook wel in de Koran, zie je dat die god dus echt een heerser was. Een strijder en flink kon straffen als je hem ongehoorzaamde. Dus echt een flink mannelijke god. Maar vanaf dat moment dat er een mannelijke god was ontstaan, werden bijna alle ambtsdragers in die religie werden mannen. En ook de man kreeg een meer exclusieve band met God dan de vrouw. Zo zegt bijvoorbeeld de apostel Paulus in het Nieuwe Testament. Die zegt, als een vrouw blootshoofd bidt of in naam van God spreekt, dan doet ze haar man, en dat is haar hoofd, te schande. Maar de man hoeft niets op te zetten, want hij is rechtstreeks het beeld van God. Dus daarmee is duidelijk dat de man een meer exclusieve band heeft dan de vrouw. Zijn er nog meer voorbeelden in het Jodendom, orthodoxe Jodendom bijvoorbeeld, van wat een vrouw wel of niet mag? Of ja, nou, katholieken? Precies, nou kijk, toen die ongelijkwaardige sociale organisatie die dus toen ontstaan is bij de aanvang van die godsdiensten, die is in veel religies nu nog in meer of mindere mate te zien. Bijvoorbeeld het Vaticaan heeft onlangs nog een herderlijk schrijven uit doen gaan dat de posities in de kerk slechts door mannen vervuld mogen worden. En als je kijkt naar de islam bijvoorbeeld, dan zijn praktisch alle imams zijn mannen. En de gebedsruimtes van de mannen zijn veel groter en mooier over het algemeen dan de vrouwen. Kijk je bijvoorbeeld naar het orthodoxe Jodendom, dan mag de vrouw haar man nooit tegenspreken. En ze mag ook een vreemde man nooit een hand geven. Wel haar eigen man en niet een vreemde man. Dus de weerslag van die oude teksten zie je nog steeds in de huidige tijd tevoorschijn komen. Het scheppingsverhaal uit Genesis, dat strookt op geen enkele manier met de evolutietheorie en ook niet met de voortplanting. Dat klopt. Hoe is het in godsnaam mogelijk
dat er toch is ontstaan, ja, zo'n vreemd verhaal. Ja, dat klopt. Nou, het jongste scheppingsverhaal is pas geschreven ongeveer 500 jaar voor Christus. Dus dat was tijdens de Babylonische ballingschap. Dat was dus al een jaar of 1000 nadat de vruchtbaarheidsgodinnen waren opgeruimd. In wezen is het zo dat zo'n vruchtbaarheidsgodin, dat beeld daarvan beantwoordt veel meer aan de realiteit. Want wij zijn natuurlijk zoogdieren en van mensenheugenis af is het zo dat de jongen van zoogdieren geboren worden uit het vrouwtje. Ja. En in het jongste scheppingsverhaal is het zo, jullie kennen, de meesten kennen het natuurlijk wel, is het zo dat Adam geschapen is rechtstreeks naar het beeld van God. En Eva is geschapen uit een rib van Adam. Ja. Dus op de een of andere manier is er sprake van een soort omkering. Dus een ontkenning van de eigen biologische wortels. En een omkering ten faveur van het dominante mannetje. Het is toch heel vreemd dat het mogelijk is dat mensen dat dan gaan geloven. Ja, 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 dat is verbazingwekkend. Maar goed, dat is... is toch gebeurd. Het is toch gebeurd. En ik denk dus dat dat ook gebeurd is, omdat het mannetje dus dominant was. En misschien was hij eigenlijk bang dat het vrouwtje misschien wel eens als eerste geschapen zou kunnen zijn. Dus dat de vrouw misschien stiekem een wit voetje had bij God. Dus ik denk dat het een soort baarmoedernijd is, naar analogie van de penisnijd van Freud. Waardoor die omkering is ontstaan. Ja, en mannen wilden daar dus wel graag in geloven eigenlijk. Mannen kwam hadden ze goed daar, uit. Het kwam ze goed uit. Wat natuurlijk vreemder is, dat de vrouwen daar ook in gaan geloven. Ja. He, want het was niet, het ging ten koste eigenlijk. Dus omdat strijd in fysieke kracht zo belangrijk werden en er een soort absolute God moest ontstaan, is dat allemaal mannelijk geworden. Ja, ja. En het afschaffen van vrouwelijke godinnen, dat heeft dus grote gevolgen gehad. Het heeft grote gevolgen gehad. Daarmee zijn we eigenlijk verder van de realiteit afgekomen. En ja, het verhaal gaat nog verder, hè? Het scheppingsverhaal. Dat Adam en Eva leven dan in het paradijs. En op een gegeven moment ontstaat, je hebt er verschillende vruchtbomen. En van één boom mag er niet gegeten worden. Dat is het boom der kennis van goed en van kwaad. En op een gegeven moment wordt Eva verleid door de slang om er wel van te eten. En op haar beurt verleidt zij Adam weer. Nou, dat is een heel interessante. Nou, op dat moment dat ze dat dus bewust zijn, dat ze dat gegeten hebben, worden ze zich ook bewust van hun naaktheid en schamen ze zich voor hun seksualiteit. Nou, er zijn twee interessante dingen hierin te zien. In de eerste plaats wordt er een soort link gelegd tussen de reden die in de ontwikkeling, in de filogenetisch jongste ontwikkeling van onze hersenen gesitueerd is, in de neocortex. Reden kan onderscheid maken tussen goed en kwaad. Nou, aan de ene kant wordt daar dus, de link wordt gelegd tussen dat, plus ons bewustwording van onze seksualiteit en onze schaamte daarover. Maar er is nog iets anders interessants aan de hand. De vrouw krijgt de schuld eigenlijk van de bewustwording van de seksualiteit van de man. Want de vrouw verleidt de man en daarna is hij zich bewust van zijn seksualiteit en schaamt hij zich. En dan kun je zeggen, ja, dat is maar een verhaal van vroeger. Maar dat werkt door tot in de huidige tijd. Want de vrouw wordt vaak, geprojecteerd dat de man zijn eigen seksuele lusten niet kan beheersen. Omdat de vrouw hem verleidt. Omdat de vrouw hem verleidt. Je ziet het bijvoorbeeld bij verkrachtingszaken. Dan is het toch nogal eens vaak aan de hand dat er gevraagd wordt, heeft de vrouw eigenlijk geen aanleiding gegeven? Nog erger is het natuurlijk in de islamitische landen. Dan, als daar een meisje wordt verkracht, dan wordt er niet nagekeken, och, het is een slachtoffer, getraumatiseerd iemand, die moeten we helpen. Nee, ze wordt gezien als de veroorzaker van het feit dat de eer van de familie op dat moment geschaad wordt. Dus zij loopt dan een groot risico dat ze door vader of door broer vermoord wordt. Ze krijgt echt dan de schuld van het feit dat de man zijn seksuele lusten niet bij zich kan houden. Maar dat is een ongelooflijk barbaars en dierlijk soort van... Het is heel dierlijk, ja. Maar wij zijn natuurlijk diep in onszelf ook nog steeds dierlijk, hè. Onze hersenen zijn natuurlijk opgebouwd uit filogenetisch oudere delen, de hersenstam en het limbisch systeem, waar onze oerinstinct en onze driften zitten en onze overlevingsdriften ook. En daarbovenop hebben we dus die neocortex gekregen, die ons bijna goddelijk heeft gemaakt. Maar tegelijkertijd hebben we die dierlijke driften nog. En daar zijn we ons bewust van geworden. En op de een of andere manier is dat nog niet goed op elkaar ingesteld. Nee, dat kan dus ook nog wel een hele tijd duren misschien. Ja. Ja, en we zijn ook, dat is wel leuk aan het paradijsverhaal, dat zegt dus eigenlijk ook dat
met dat we ons bewust zijn geworden van die dierlijke driften en we ervoor gaan schamen, op dat moment moeten Adam en Eva het paradijs uit. Dus je zou kunnen zeggen van dat ze daarmee ook hun kinderlijke onbevangenheid hebben verloren. Dus het verkrijgen van de bijna goddelijke status heeft als consequentie dat je ook je kinderlijke onbevangenheid en het zomaar naakt mogen zijn en zomaar seks mogen hebben zonder schaamte, dat we dat dus ook verloren hebben. Ja, dat is één grote ellende. Ja, ik weet niet wat zo'n grote ellende. Het is natuurlijk een evolutie. We zitten in die ontwikkeling en we moeten daar zo goed mogelijk mee omgaan. Ja. En ik denk dat de reden daar een hele belangrijke factor in is. Ja, maar tot nog toe is het dus zo dat de reden zich eerder aanpast aan het instinct dan andersom. Nou, het kan allebei de kant op gaan. De reden kan de instincten gaan beheersen. En ik denk ook, dat we ook legitimeren. Ja, maar het kan ook zijn dat de reden dus de instincten legitimeren. En dan gaat het dus de verkeerde kant op met die reden. Ja. En is die reden niet meer zo redelijk. Nee, en die kant is het dus duidelijk opgegaan. Dan gaat het af en toe op, inderdaad. Ja, daar zijn we nog steeds niet van af. Daar zijn we helaas nog steeds niet van af. En het dragen van een sluier door moslima's en de dwang om maagd te blijven en zo, is dat ook een projectie van seksuele driften van de man? Nou, ik denk het wel. Want als je kijkt naar de Koran, naar de tekst die de profeet Mohammed erover zegt, die zegt van late gelovige vrouwen en niqab dragen, dan kun je ze als gelovige herkennen. En dan worden ze ook niet meer seksueel lastiggevallen door de man. Op zich was het in die tijd, denk ik, een realistisch advies. Dus ik begrijp ook wel dat veel moslima's de profeet Mohammed eigenlijk een vrouwvriendelijke man vinden. Maar ik denk omdat wel, ze beschermd werden. Omdat hij ze beschermde tegen dat ze lastiggevallen werden. Maar ik denk eerlijk gezegd dat de profeet nog vrouwvriendelijker geweest zou zijn als hij de mannen had aangesproken en had gezegd van, jullie moeten een beetje uitkijken met je gedrag. Jullie moeten niet zomaar ongevraagd die vrouwen seksueel lastigvallen. Driftbeheersing. Driftbeheersing. Ze projecteren naar mijn idee hun eigen onvermogen om hun lusten te beheersen. Ja. Projecteren ze op de vrouw. De vrouw moet dus als vrouwen eruit zien als zwarte spoken, dan heb je de minste kans verleid te worden door de glans van hun haar en noem maar op. Ja, precies. Maar er wordt nog steeds een sluier gedragen. Ja, er wordt nog steeds veel sluiers gedragen. Dat wordt natuurlijk op een gegeven moment ook een traditie. Maar ik denk dat dit de achtergrond is. Er wordt een traditie. En kijk, die traditie is in Nederland dus ook in zwang, meer of minder. En kijk, wij zijn natuurlijk een moderne westerse maatschappij. Ja. Waarbij als je al te veel sluiers draagt, minder goed kan communiceren. He, de non-verbale communicatie is erg belangrijk. Dus als de vrouwen volwaardig mee willen draaien in onze maatschappij, is al te veel bedekking gewoon niet handig. Nee. Nog los van het feit dat wij in een gematigd klimaat leven. En als je al te veel bedekt, dan heb je dus te weinig kans dat het zonlicht vitamine D aanmaakt in de huid, met het risico op rachitis, op Engelse ziekte. Met botpijn en misvormingen ten gevolge. En dus het is niet erg handig eigenlijk het is niet meer rationeel om het te doen. En toch worden deze dingen die ik nu noem niet meegewogen in de beslissing om een sluier te dragen. Het is ook een soort protest misschien. Ja, het is natuurlijk volgens mij een moedige reactie. Dat het nu weer meer voorkomt, is een moedige reactie op anti-islamisme. Ja. Laten zien identiteit. Ja, precies. En de eis dat de vrouw maagd moet blijven tot het huwelijk? Nou, ik denk dat de eis dat de vrouw maagd moet blijven tot het huwelijk voortkomt uit het primitieve instinct van de man om zijn eigen, een oerinstinct om zijn eigen genen veilig te stellen. DNA door te geven. Precies, zijn eigen DNA door te geven. En dat wordt dan weggemoffeld door er een erekwestie van te maken. Want ook hier geldt dat voor de mannen andere wetten gelden dan voor de vrouwen. Ja, dus het is dan niet meer dierlijk, maar dan is het een erekwestie. Dan is het een erekwestie, maar ik denk wel dat het een dierlijke ondergrond heeft. Maar ook hier gelden weer twee wetten. De vrouwen moeten dan verplicht maagd blijven tot het huwelijk, terwijl de jongens vaak wel gewoon hun gang mogen gaan. He, meisjes die dus te weinig bedekt zijn, die vinden ze vaak een hoer. Die kunnen ze gewoon aanraken en nemen, want ja, dat zijn hoeren. Terwijl ze wel de eis hebben dat het meisje waarmee ze trouwen wel maagd is voor het huwelijk. En voor die meisjes is het soms een hard gelach hoor. Want soms worden ze al vanaf hun 12e jaar door hun moeder en tantes gecontroleerd of ze nog wel maagd zijn. Wat
Wat doet het met die meisjes psychologisch? Nou, dat is soms erg moeilijk, want de dwang om hun maagd te houden zorgt ervoor dat ze erg kort worden gehouden thuis. Tegelijkertijd willen ze voldoen aan de eisen van onze moderne maatschappij. Dus het levert nogal eens een spagaat op, wat heel moeilijk is voor die meiden. Het is dan ook zo dat het aantal suïcidepogingen van allochtone meisjes ligt 5 keer zo hoog als bij autochtone meisjes. En het aantal geslaagde suïcides bij allochtone meisjes is 2 keer zo hoog als bij autochtone meisjes. Dus het is dus erg moeilijk voor ze. En daarbij komt, stel dat die tantes en die moeder erachter komen dat ze geen maagd meer zijn, lopen ze ook nog eens het risico dat ze verstoten worden, dat ze vermoord worden of dat ze tot de suïcide aan worden gezet. Dus een deel van de suïcides denken wat dat daar vandaan komt. Evolutionair gezien heeft het kennelijk een functie gehad. Dat godsdiensten mannelijk werden en dat ze konden vechten tegen andere groepen en noem maar op. Ja, in de tijd dat fysieke kracht nog het belangrijkste was voor de overleving, had het toen een functie. Ja. Maar ondertussen zijn we natuurlijk wel in een andere maatschappij terechtgekomen, waarbij taal en communicatie veel belangrijker is. Dus nu is het zelfs onverstandig om evolutionair nog steeds door te gaan met die fysieke kracht. Dus vrouwen en mannen moeten meer gelijk worden, samenwerken. Dat samenwerken is beter, evolutionair gezien, op dit moment in een voordeel. Evolutionair is het veel beter dat man en vrouw gelijkwaardig samenwerken. He? Je moet er toch ook niet aan denken dat we over 10 jaar nog steeds de maatschappij beheerst wordt door dominante, agressieve mannetjes, het primatengedrag. Ik bedoel, dat geeft op termijn, blijven we dan oorlog houden en ellende. Ja. Dus ook al doen we dat al duizenden jaren, het zal toch eens uitsterven? Dat weet ik dus niet hoor. Dat ga je wel erg zeggen. Ik hoop dat er langzamerhand meer beheersing in komt. Ja. Dat de reden toch iets meer kan gaan beheersen. En door de samenwerking met de gelijkwaardige samenwerking met de vrouw, zal dat beter gestalte gaan krijgen. Ongelovigen vormen wereldwijd een zeer kleine minderheid van zo'n 2,5%. Dit getal neemt alleen maar af. En gelovigen worden overal ter wereld in staat gesteld hun kinderen te vergiftigen met hun mentaliteit en overtuiging. Via de opvoeding en scholing. Er is een tendens dat fundamentalistische gelovigen aan macht winnen. Is er wel scheiding tussen kerk en staat? In aflevering 5 praat Paul-Jan van de Wind met astrofysicus Vincent Ike. Kunt u ons uitleggen hoe het heelal is ontstaan, hoe het in elkaar zit allemaal?
hoe het deels werkt. Daar weten we in de sterrenkunde heel erg veel van. We weten hoe de zon is ontstaan. We weten dat over 5 miljard jaar de zon weer zal ontploffen. We weten hoe planeten ontstaan. Dat soort dingen zijn we vrij behoorlijk achter. Kunt u daar een soort beeld van schetsen, van wat we ons daarbij voor moeten stellen? Ja, het belangrijkste wat we ontdekt hebben over het heelal is dat het bestaat, gebouwd is uit deeltjes, ruimte en tijd. Nou, die deeltjes, dat leer je min of meer op school, scheikunde en dergelijke. En je hoort wel eens wat over quarks. Het heelal is onder andere ook gebouwd uit ruimte en tijd. Ruimte en tijd zijn ook bouwmateriaal. En die drie dingen samen, dus de deeltjes, de ruimte en de tijd, die zorgen er gezamenlijk voor dat het heelal doet wat het doet. En als je het over bouwstenen hebt, dan hecht een gelovige daar al gauw een schepper aan vast. Ja, die zijn mij nog niet op het spoor gekomen. Er is geen niet enkele... tegengekomen. Nee. er is geen enkele reden om aan te nemen dat daar een kracht of macht achter zit die de zaken bestuurt. Integendeel. Een van de opmerkelijke dingen van het heelal is dat het gewoon vanzelf werkt. Het gebeurt allemaal zonder dat er iemand of iets aan te pas hoeft te komen. En hoe komt dat, dat het vanzelf werkt? Het is wat het is. Als je er al een godsbegrip over zou willen hebben, dan meer een Spinozaïs godsbegrip. God is wat is. Nou, dat kun je veronderstellen, dat is dan een definitie en daar bemoei ik dan verder niet mee. Er is geen enkele aanwijzing dat in het heelal wordt ingegrepen of hoeft worden ingegrepen of dergelijke. Dat er iemand aan de knoppen zit, om het zo maar eens te zeggen. Er is nul aanwijzing voor. En hoe zit het met toeval of deterministisch? Ja, dat zijn leuke dingen. Niet alleen bestaat het heelal uit deeltjes, ruimte en tijd, maar ook uit buitensporig veel deeltjes, ruimte en tijd. En door het gigantische, onbeschrijfelijk grote aantal combinaties wat daarin mogelijk is, lijkt het alsof er toeval bestaat. Als je een glas op de grond laat vallen, dan breekt het in zoveel verschillende stukken. Dat is niet deterministisch in die zin. Dus je kan al die elementen die meedoen, kan je onmogelijk weten. En in die zin... Niet alleen kunnen we het onmogelijk weten, maar de natuur zelf weet het ook niet. Er is een onbepaaldheid in de natuur. Dat komt door het gedrag van die kleine deeltjes, het zogenaamde kwantumgedrag. En dat zorgt ervoor dat bepaalde dingen niet altijd noodzakelijkerwijs op dezelfde manier gebeuren. Men denkt vaak in termen van oorzaak en gevolg. Je zegt, er is een gevolg, dus is er een oorzaak. Nou, dat dus is sowieso al onjuist. Maar dezelfde oorzaak heeft niet altijd dezelfde gevolgen in onze natuur. En zo zit het heelal nu helemaal in elkaar. Dus in die zin is er dus nog ruimte voor het geloof? Ja, grappig genoeg wel. Ik kan mij voorstellen dat het juist die onzekerheid is die mensen tot een geloof drijft. Want je merkt in de dagelijkse praktijk heel erg goed, en dat weet ieder mens, dat oorzaak en gevolg hele hachelijke dingen zijn. En dat determinisme en bepaaldheid en zo, dat misschien voor filosofen interessant is, maar gewoon in dagelijks leven niet. Het leven is verschrikkelijk onzeker. Moet u ook zich voorstellen dat in de tijd dat wij als biologische soort ontstaan zijn, was het leven nog veel onzekerder dan nu. Je kon maar zo opgegeten worden door de leeuwen of door de tijgers. Het kon maar zo dat er een andere groep Neandertalers je de hersens kwam inslaan en dergelijke. Het was altijd honger en ellende. Het strijd om het bestaan was veel harder dan voor ons nu. En daaruit kan ik mij goed voorstellen dat er nog een enorm veel sterkere impuls is om een geloof aan te nemen, om je in te dekken tegen die onzekerheden. Waarom mensen hun eigen geloof op een ander willen overdragen, kan ik me enigszins voorstellen. Van joh, ik vind boerenkool zo lekker, probeer eens een prakje. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar dat ze dan die boerenkool aan een ander willen gaan opleggen. Van, jij mag dus absoluut geen pindakaas meer eten, want het is boerenkool, anders kom je op de brandstapel. Daar snap ik helemaal niets van. Dat is maar volstrekt onduidelijk. Behalve dan één ding, maar dat is een beetje een boosaardig vermoeden. Dat mensen in hun hoofdje wel weten dat het niet klopt wat ze zeggen. En dat ze daarom er een ander van moeten overtuigen, omdat het hun basis groter maakt. Ja, want je zou toch zeggen, als het een zekerheid is en je gelooft ergens in, wat kan het je schelen wat precies, een ander denkt? Precies, daar ben ik het helemaal mee eens. Als je echt denkt dat het waar is, ik ga ook niet met iemand vechten over de lading van het elektron. Waarom zou ik dat doen? Dat is een deeltje, dat heeft een lading. Het staat gewoon te lezen, je kunt dat meten. Maar dan kom je op het verschil tussen een wetenschappelijke methode en het geloof uit. Wat is dat verschil precies? Het verschil zit hem erin dat een wetenschappelijke aanpak altijd leidt tot het verwerpen van dat wat niet klopt. Het is dus een doorgaand proces. Je neemt iets waar. Je denkt van, wat is het bijzondere van die waarneming? Dat probeer je te verklaren met een theorie. Met behulp van die theorie doe je een voorspelling.
En dan ga je kijken of het klopt. Dat is een kritische cyclus en die rolt alsmaar door. Vandaar dus ook dat wetenschap cumulatief is. Er is echt vooruitgang in de wetenschap. Wij weten nu meer dan vroeger. En overmorgen zullen we weer meer weten. Maar dat heb je in het geloof niet. Je hebt altijd dat geval over eeuwige waarden en zo. Die heb je niet in de wetenschap. Nee. Als wij morgen iets ontdekken van, goh, we dachten gisteren dat het zus en zo was, maar dat blijkt moet het worden bijgesteld. Dat is ons vak. Ja, speciaal. Het moet bijgesteld worden. Het kritische cyclus is nodig zijn, ja. Om het te ontwikkelen. Exact. En dat is speciaal in mijn vak zo. Ik ben theoreticus, ik ben theoretische sterrenkunde. En daarin is falen de norm. Het gaat bijna altijd mis, je verklaringen. En enkele keer werkt het. Daar moet je maar tegen kunnen. Ja, dus die zekerheden en die eeuwige waarheden en zo, die staan volledig haaks op de wetenschap. Dus de aannames van het geloof, het zijn gewoon aannames. Ja. En je moet erin geloven. En je moet daarom is het voor een brede laag van de bevolking toegankelijk misschien. Ik weet het niet. Dat je erin moet geloven vind ik beangstigend. Dat je erin kunt geloven, dat kan ik me voorstellen. Dus wij zijn een apensoort die gewend is aan autoriteit. Dat je dus gaat bidden naar een autoriteit. Met ons is dat eigenlijk ook zo'n beetje overgebleven. En is het redelijk om aan te nemen dat er nog meer leven is in het heelal? De regels die bij ons gelden, de regels van die kleine deeltjes en van ruimte en van tijd, die gelden door het hele heelal. Dat hebben we kunnen meten. En dat is fantastisch. En dat is eigenlijk de geschiedenis ook van de sterrenkunde. Er is niet één planeet, de aarde. Er zijn vele planeten in ons zonnestelsel. En er zijn een stuk of 10 kleine en honderden, duizenden nog weer kleinere. Er is niet één zon. Er zijn een paar honderd miljard zonnen in ons melkwegstelsel. En zo kunnen we doorgaan. Er zijn honderden miljarden melkwegstelsels, waarin ieder weer honderden miljarden zonnen. En overal heb je die planeten en dezelfde deeltjesstructuren, dezelfde moleculaire regels, enzovoorts, enzovoorts. Het zou een onbegrijpelijk toeval zijn als alleen op onze aarde leven zou zijn ontstaan. En dat er elders leven is, daar zijn de meeste sterrenkundigen het wel over eens. Maar we moeten het nog wel ontdekken natuurlijk. En zou het dan logisch zijn dat het leven wat ergens anders is en wat intelligent is, dan ook in dezelfde God gelooft? Dezelfde God, dat weet ik niet zozeer, maar dat een intelligent leven elders, of althans een zich ontwikkelend intelligent leven elders, tijdelijk even een soort fase heen gaat waarin er een God bestaat, dat kan ik mij voorstellen. Stel je voor dat er is ergens een andere levenssoort op een planeet in ons melkwegstelsel, die ook heel hiërarchisch werkt. En biologisch gezien is dat begrijpelijk, het zijn dezelfde Darwiniaanse regels, dus er zullen daar ook hiërarchieën zijn af en toe. Dus als er één top, nou ja, ik kan niet zeggen top aap is, maar een of andere top alien, zeg maar, die aan de top van een piramide staat, en die groep aliens die ontwikkelt zich in intelligentere richting, dan zal er misschien ook een tussenfase zijn waarin ze tijdelijk geloven dat er zoiets is als een topwezen, dan niet één van hun, maar iets anders, iets hogers. Maar wat zou het met gelovigen doen als we ooit ander leven ontdekken? Ik denk dat er hetzelfde zou gebeuren als met andere wetenschappelijke vondsten. Een grote fase van ontkenning en dan weer een fase van splitsing. Dus altijd door gelovigen, systematische gelovigen, gezegd, dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet. Nee, de aarde kon niet bolvormig zijn. De aarde is een bol. Nee, de aarde kon niet bewegen. De aarde draait om de zon. Nee, de aarde moest de enige planeet zijn. Er zijn er nog 6 in ons zonnestelsel, alleen al de grote. Nee, ons zonnestelsel was het enige. We hebben er nu al een paar honderd ontdekt. Nee, die zonnestelsels, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus dat vind ik een van de opmerkelijke dingen, dat die splitsing voor veel mensen mogelijk is. Ze geloven in allerlei stralen en zielen en geesten en dergelijke. Maar als ze hun mobieltje uit hun zak halen, zijn wij voor ze aan het werk. Want dat mobieltje, dat is gewoon gestolen wetenschap.
En als je mobieltje niet meer werkt, dan laat je de batterijen op. Dan ga je er niet voor staan bidden. Maar is het niet vreemd dat er zoveel verschillende soorten geloven zijn? Moet dat voor een gelovige die toch echt in de absolute waarheid van zijn eigen geloof gelooft, niet vreemd zijn dat er zoveel andere geloven zijn? Dat vind ik inderdaad vreemd. En ik kan het persoonlijk alleen maar begrijpen vanuit die biologische theorie van godsvorming. Dat een geloof behoort bij een extended family, bij een grotere familie van een paar honderd mensen. En dat is ook binnen het nominaal zelfde geloof zo. Kijk maar wat er in Nederland gebeurd is toen de protestantse kerken moesten gaan samenwerken en samengevoegd werden tot één protestantse kerk. Ja. Nou, het huis was te klein. En dat komt omdat die geloven zich beperken tot je apenstamverband. Daarbuiten... Het is plaatselijk, is het. Plaatselijk, maar ook ons kent ons. Het juiste spraakgebruik, de juiste gewoontes en dergelijke. En ik denk dus dat het de aard van het geloof is dat er zoveel zijn. Het zou heel opmerkelijk zijn als er van het geloof maar één was, want dan zit er echt iets in. Ik heb het zelf wel eens als volgt geformuleerd. De waarheid is wat wij gemeen hebben. Als ik hier een watermolecuul heb, dan is dat watermolecuul identiek aan een watermolecuul in de Andromeda-nevel op 2 miljoen lichtjaren afstand. Die twee dingen hebben wij gemeen, dus is het de waarheid. Een watermolecuul is een watermolecuul met een bepaalde structuur. Een elektron, een waterstofatoom, allemaal hetzelfde laken en pak. Daar hoeven wij dus ook geen oorlog over te voeren. Als het zo zou zijn dat alle mensen op aarde exact, maar dan ook exact hetzelfde geloof hadden, dan zat er wat in. Zijn er ook gevaarlijke geloven en ongevaarlijke geloven bijvoorbeeld? Jawel, dat kun je in de praktijk ook wel zien. Sommige geloven die hebben het zwaard in hun vlag staan. En andere geloven, astrologie bijvoorbeeld. Er is nog nooit een astroloog die een ander om zijn astrologie op de brandstapel heeft gezet. En talloze verschillende vormen van onschuldig geloof, gelukkig maar. Aan astrologie wordt ook een soort wetenschappelijkheid vaak gekoppeld. Mm-hmm. Hè? Dat heeft dan met hemellichamen te maken en zo. Ja. Waar slaat het eigenlijk op? Nou ja, dan lijkt het heel wat. Een van de opmerkelijke dingen voor mij als wetenschapper is dat diverse soorten geloof die lenen van ons termen, waarvan ze weten dat ze veel kracht bevatten. Energie en zo. En de heelal en oerknal en zwarte gaten. En dus ook die planeten en dergelijke. Dat lijkt allemaal heel systematisch en het lijkt heel kosher en zo. En dat is het natuurlijk niet. Maar mijn vermoeden voor die berekeningen en zo van de astrologie is dat de mensen ook ergens in hun hart wel weten dat het niet deugt en zichzelf een beetje proberen in te dekken door een formalisme. Een of andere bijzonder ingewikkeld maken. En andere vormen van geloof hebben dat ook. Dat je door bepaalde riten heen moet gaan en bepaalde dingen precies in een bepaalde volgorde en bepaalde voedsel eten en andere voedsel niet. Enzovoorts. Dus dat precieze voorschrift, dat geeft een schijnzekerheid voor de mensen die denken van nou, misschien is het toch nog niet echt helemaal zo waar. Is er wel plaats voor een hemel überhaupt in de sterrenkunde, in de astronomie? Oh, natuurlijk. Maar ja. we weten toch waar de hemel zit. De hemel zit tussen je oren. De hemel zit in zo'n dingetje ter hoogte van je pijnappelklier. Een klein dingetje wat allerlei hormonen afscheidt en zo. Maar volgens mij is dat de zetel van de hemel. Daar zit de hemel. Daar zit je hemel. Ja, natuurlijk. Je moet het toch voor jezelf maken. Datgene wat voor iemand persoonlijk hemels is. Een bepaalde soort muziek, een bepaalde soort persoon, een bepaalde soort weet ik veel wat iemand niet hemels zit. Dat zit hier. En dat draag je met je mee. En dat mag je ook wel koesteren, vind ik. En het heelal zelf, dat is dan voor gelovigen omgeven met allerlei mysteries. En op het moment dat je daar helderheid in wil scheppen, verliest het zijn aantrekkingskracht of zo voor veel mensen. Maar... Ja, dat begrijp ik ook niet. Hetzelfde als je een kind vraagt iets voor Sinterklaas, en dan krijgt hij het en dan dondert hij het in een hoek. Dat begrijp ik niet. Echt niet. Je wilt weten hoe het in elkaar zit en je ziet het mechanisme en dan is het altijd nog mooier dan je had gedacht. Het werkt altijd nog net iets prachtiger. Het is altijd nog net iets verwonderlijker. En dat is een beeldschone eigenschap van ons heelal. En we zijn ook maar beperkt. We zijn een intelligente aap. En het is geen enkel reden is er voor om aan te nemen dat wij ooit het hele heelal zouden begrijpen. Maar dat wij zo ver gekomen zijn, dat wij weten hoe watermoleculen werken, dat wij weten hoe het DNA in ons lichaam zich gedraagt. Dat is fantastisch, dat is prachtig. Dat moet je ook gewoon aan mensen laten zien. Maar waarom moet er dan toch weer iets aan gekoppeld worden? Ah,
Ja, waarom er iets aan gekoppeld moet worden, dat begrijp ik niet precies. Met een ziel begrijp ik het al niet. Want het is toch mooi dat het werkt zoals het werkt? Ja, bedoel, zelfs als er een god zou bestaan, als er een schepper zou bestaan, en dan denk ik dat een beroepsgod is de Spinozaïsche god, die het gewoon maakt zoals het is. En een amateurgod moet er dan ook nog een ziel in stoppen. Een beetje extra, een batterijtje of zo. Elektromotor. Een elektromotortje die zorgt dat het, of een klein kereltje in je hersenpan die zorgt dat het werkt. En ja, voor mij is het zo dat een heelal wat bedoeld en geschapen en in elkaar gezet is en zo, dat is net zoals een kruiswoordpuzzel. Dat is geen echt raadsel en dat boeit mij dan ook geen seconde. Maar het feit dat het heelal is zoals het is en voor ons mensen en andere levende wezens is om te ontdekken, dat vind ik buitengewoon mooi. Als intelligente aap, hoe moet je dan omgaan met begrippen als eeuwigheid en oneindigheid en begin? Ja, oneindigheid is niet zo moeilijk hoor. Je hebt hier een stukje lijn, je zet een lijn in het midden en dan zet je een lijn in het middenstukje wat overblijft en weer een lijn in het middenstukje van wat daar overblijft en zo krijg je een oneindige reeks. Dat past op één A4'tje. Dus oneindigheid kan iedereen begrijpen en beheersen op deze manier. Met ons heelal ligt dat wat ingewikkelder. Dus om uit te leggen hoe precies het met het begin van het heelal zat, hoewel de details niet kennen en zo, dat is in anderhalve seconde niet te doen. Maar daar heeft u wel een idee van. Ja, we weten in het wetenschappelijk onderzoek vrij redelijk hoe ons heelal er heeft uitgezien toen het ongeveer een miljardste van een miljardste seconde jong was. Het heelal is nu 13,7 miljard jaar oud. En we hebben een redelijk idee wat er in die tussentijd is gebeurd. Het echte begin van het heelal, dat is op dit moment nog niet binnen het bereik van de natuurkunde. Nee. En hoe moet je daarmee omgaan met die voorstelling van wat er dan voor dat begin was? Of wat er buiten het heelal is? Ah. Maar ik zei al, het heelal is gebouwd uit deeltjes, ruimte en tijd. Er is een eindige hoeveelheid tijd in ons heelal. Niemand kijkt ervan op als hier een eindige hoeveelheid bakstenen zou staan. Een eindige stapel, dat kennen we. Ja. Er is een eindige hoeveelheid bouwmateriaal in ons heelal. Een eindige hoeveelheid tijd. Precies 13,7 miljard jaar. Meer dan dat is er niet. Dus je kunt ook niet spreken over voor, want er was geen tijd. Er was geen ruimte, er was geen tijd, er waren geen deeltjes. Hoe dat precies gegaan is, dat mechanisme in het allereerste begin, dat begrijpen we nog niet. En de reden daarvoor is dat we niet weten hoe de ruimte en de tijd zich op kleine schaal gedragen. Ja. Wij weten wat de deeltjes van de materie doen. Een waterstofatoom, nog een waterstofatoom en een zuurstofatoom. En huppakee, ik heb een watermolecuul. Dat begrijpen we. Wat wij niet begrijpen is wat de ruimte op kleine schaal doet. Dus als ik de ruimte zou proberen uit te pluizen op een schaal die nog veel kleiner is dan de schaal van de kernen van atomen, dan weten we niet wat we zullen aantreffen. En dat hebben we nodig, dat begrip, om te kunnen uitrekenen en te kunnen verklaren wat er in het allereerste begin van het heelal gebeurde. Laat staan dat we weten waar dat dan weer vandaan kwam, die bouwstenen. Nou ja, vandaan komen impliceert al dat de tijd loopt en je drukt op de precies, knop. En dat is maar dus, zo is dat niet. Het is daar begonnen. Het is echt begonnen, ja. Hoe is het leven ontstaan? Weten we niet precies. Het lijkt wel waarschijnlijk dat er een planeet van het aardse type voor nodig is geweest. Die dus net voldoende dicht bij een ster om goed warm te zijn. En niet zo dichtbij dat het kookt. En niet zo verder bij vandaan dat de hele boel bevriest. Wij weten uit metingen van moleculen tussen de sterren dat spontaan, door spontane chemische reacties tussen de sterren, ontzettend veel in zeer ingewikkelde chemische combinaties ontstaan. En als je op een planeet zoals de aarde dat laat gebeuren, dan gebeurt het veel sneller omdat er veel meer deeltjes in een liter gaan, bij wijze van spreken. Al die chemische reacties die hebben uiteindelijk tot een replicator geleid. Iets wat zichzelf min of meer exact vermenigvuldigde. En daarbij moet je niet aan een DNA-molecuul denken, dat is waarschijnlijk iets heel anders geweest. De gedachten zijn op dit moment dat het een vroege versie van het RNA-molecuul is geweest. Dat denkt men zo ongeveer. Maar als je een replicator hebt, dan heb je ogenblikkelijk ook selectie. Want iets wat een beetje beter zich vermenigvuldigt dan een ander, heeft dan een streepje voor. Dus die Darwiniaanse selectie zit op moleculair niveau er dan al in. En het idee is over het algemeen dat op die manier die replicatoren zijn ontstaan. Dat dat dan op den duur heeft geleid tot zeer ingewikkeld cellulair leven, dat is men het niet helemaal over eens. De gedachte is dat als zo'n replicator zichzelf kan afzonderen van de rest, door er een celmembraan omheen te maken, en dat kan vaak uit vetachtige stoffen, kun je van die bolletjes maken, dat dat een hele belangrijke stap geweest is. Want dan kon in afzondering konden die chemische reacties verder doorgaan. En dat heeft dan uiteindelijk blijkbaar in 4,6 miljard jaar tijd geleid tot het ingewikkelde leven wat we nu op aarde zien.
Dus in wezen is het leven ontstaan uit hele ingewikkelde moleculen die onder bijzondere omstandigheden zichzelf gingen reproduceren. Ja, dat is heel waarschijnlijk, ja. Dat heeft men ook in de nabootsing. Voor ons als levend wezen is dat natuurlijk zo apart en iets anders dan al het andere wat we waarnemen, dat daar dan dus ook een hele bijzondere status aan Ja, een mens heeft altijd de neiging gehad om zichzelf op een voetstuk te plaatsen. En dan denken we, nou, wij leven, dus het leven zal wel iets heel bijzonders zijn. En misschien is dat wel niet zo. Nee. Misschien wel heel erg gewoon. Nee. Dat weten we niet precies. Het zou natuurlijk buitengewoon boeiend zijn om de gevolgen van leven op andere planeten waar te nemen. En dat zal ooit wel gebeuren. Als wij nu eens 100.000 jaar vooruit zouden kijken in de geschiedenis van de mensheid, dan denk ik dat wij geloven zoals we die nu hebben ook op een soort Sinterklaasbasis zullen duiden. Er was ooit een tijd dat... Zoals de polytheïstische godsdienst uit de oudheid. Op de lagere school hoorde je over Donar, die met zijn wagen over de wolken reed. Ja. En dat wordt nu volstrekt belachelijk gevonden, omdat wij met een straalverkeersvliegtuig door diezelfde wolken heen kunnen vliegen en nog nooit daar Donar hebben aangetroffen met zijn zilveren hamer. Nee. Maar dus als we met de snelheid van het licht straks met een ruimteschip toch door de ruimte kunnen, dan zeggen we ook van, nou, die man met die baard zijn we nooit tegengekomen. En die zijn we dus ook nog nooit tegengekomen. En dus vandaar dat voor de meeste wetenschappers dat gewoon een afgehandelde zaak is. Ja. Dus al die verschillende vormen van geloof, dat zijn allemaal neefjes en nichtjes van Donar. En er is objectief, logisch gezien, geen enkele reden waarom een man met een zilveren hamer die in een kar over de wolken rijdt, waarom dat gekker zou zijn dan iemand die door handoplegging een dode kan doen herreizen. Objectief gezien zijn die allebei even onjuist. Ja, en bizar. Ja, voor mij tamelijk bizar, ja. Ongelovigen vormen wereldwijd een zeer kleine minderheid van zo'n 2,5%. Dit getal neemt alleen maar af. En gelovigen worden overal ter wereld in staat gesteld hun kinderen te vergiftigen met hun mentaliteit en overtuiging. Via de opvoeding en scholing. Er is een tendens dat fundamentalistische gelovigen aan macht winnen. Is er wel scheiding tussen kerk en staat? In aflevering 6 praat Paul-Jan van de Wind met filosoof en psycholoog Jaap van Heerde. Heeft het leven wel zin?
Nou, dat is een kwestie die mij zeer aan het hart ligt. En ik had eigenlijk daar als antwoord op bedacht dat je blij moet zijn dat het leven geen zin heeft. Dat je er dus nog iets aan toe kan voegen. Het is mij altijd opgevallen dat als iemand zei het leven heeft geen zin, dat hij op een zeker medelijden kan rekenen. Mensen vinden dat ook niet zo prettig voor je. Mensen zeggen nou kop op of wie weet verandert dat nog in je leven. In ieder geval wordt wel gedacht dat is een gevoelige man die de onbegrijpelijkheid van het leven en de pijnlijke situatie waarin wij allemaal verkeren goed doordacht heeft. En daar ook niet zich voor geneert om te zeggen dat hij min of meer in existentiële nood kan verkeren omdat dat hem overkomt. Maar als je daaraan toevoegt dat je zegt, ik ben blij dat het leven geen zin heeft. Ja, het is mijn standpunt. Maar dan is de reactie eigenlijk bevreemdend, omdat mensen dat eerst wel aardig vinden. Dat is nog niet eerder gezegd. Maar dan zeggen ze meestal, je moet niet doorgaan. Ophouden nu, anders word ik kwaad. Of ze zeggen, het is wel grappig, maar wacht even tot de kinderen naar bed zijn. Terwijl er hele goede redenen voor zijn, want het is eigenlijk de consequentie van de erkenning dat het leven geen zin heeft, maar het is niet schrikbarwekkend. Je kunt er uit afleiden dat het dus in onze eigen hand ligt om iets van het leven te maken. En dat er ook een goede reden is om er blij mee te zijn, is hierin gelegen. Dat als het wel zin had, je moet het even omkeren, dan zou het schrikbarwekkend en angstaanjagend zijn. Want dan moet je je conformeren aan de zingeving die dan kennelijk courant is. En dat kan van alles zijn. En moet je elk initiatief dat je onderneemt en elke stap die je waagt, elke gedachte die je zelfs maar koestert, moet je meten naar de mate waarin die wel of niet convergeert met de zin van het leven. En dat zou verschrikkelijk zijn. Want het zou een algemene tirannie opleveren van wat wel en wat niet jij als gedachte zelfs kunt opperen. Dus wees maar blij dat je daar niet aan geconformeerd, je daar niet aan hoeft te conformeren. Het schept de vrijheid die noodzakelijk is om van dit leven iets te maken. En dat is op zichzelf buitengewoon prettig. Het heeft wel als consequentie dat je moet zeggen, nou, het is ieder van ons maar één keer gegeven om hier te zijn. Maak er in godsnaam wat van. En het geloof claimt wel die zingeving en is dus in die zin ook tyranniek te noemen. Nou ja, die geloven zijn natuurlijk tyranniek, omdat de kracht van het geloof kan er niet in liggen dat ze twijfel bevordert. Mensen voelen zich ontheemd op een gegeven moment. Ik weet niet of dat aan een bepaalde leeftijd gebonden is, maar het is zeker aan een bepaalde situatie gebonden. Er zijn tegenslagen, de dood is onbegrijpelijk, de geboorte is onbegrijpelijk, het bestaan is misschien wel onbegrijpelijk. Maar in plaats van die onbegrijpelijkheid te erkennen als op zichzelf nog wel een interessante emotionele en intellectuele uitdaging, komen er antwoorden op en die antwoorden kunnen dus niet ambigu zijn. Die moeten dus voorzien in, maak je geen zorgen, dit is het antwoord. En daarom wordt aan die antwoorden zo vreselijk sterk gehecht. Er kan niet zomaar een nuance aan toegevoegd worden. Het kan niet verbeterd worden in de loop der tijden. Want dat zou betekenen dat vorige generaties hebben eindeloos in de verkeerde dogma's geloofd. Ja, dus en zijn mogelijkerwijs dus ter helle gevaar. Dus ook al is het fantasierijk mensenwerk, dan nog moet het dogmatisch vast liggen. Ja, het is fantasierijk mensenwerk, dat is zeker waar. In sommige opzichten zijn het indrukwekkende fantasieën. Maar het moet dogmatisch zijn, want zonder dogma geeft het geen zekerheid. Het is de behoefte aan zekerheid, aan de behoefte aan dat alles eruit afgeleid zou kunnen worden als je je maar voldoende inspant om die deducties te maken. Nou, op een gegeven moment moet het leven geheel in te richten zijn volgens die visie. Ja, daarom is het natuurlijk altijd totalitair. Je kunt dat een beetje relativeren, maar je kunt niet zeggen die openbaring, dat was zwak. Hier heeft God even gefaald. Dit is een zwak idee van hem. Dat kan je überhaupt niet zeggen. Want dan wordt hij beoordeelbaar en God kan natuurlijk niet door ons beoordeeld worden. Wat zou er dan achter zitten waarom het lijden en het schuld en de boete en al dat soort dingen, wat eigenlijk heel ellendig is, dan zo'n grote rol speelt? Waarom is dat er ingebracht in plaats van vrolijkheid en vrijheid en blijheid? Ja, ik denk wel dat die religie heeft een bijdrage geleverd aan de inrichting van de maatschappij. Als je de maatschappij niet inricht en je laat mensen zomaar hun gang gaan, dan krijg je al heel snel dat iedereen toch zijn impulsen volgt en is een soort impulsbeheersing noodzakelijk. Impulsbeheersing kan niet zonder dat er gestraft wordt. En die impulsen waren ook niet altijd om over naar huis te schrijven. De simpelste is toch gewoon diefstal. Maar daar kan al een geweldig gevecht over ontstaan wat je wegneemt. En een gevolg daarvan is dat er ook als dat niet verboden wordt of als mensen niet de impuls zouden hebben om dat in vredesnaam maar elkaar op te leggen. Als je moord niet straft, dan kan er ook heel gemakkelijk gemoord worden.
Want het is nu eenmaal geen, het is geen vrolijk, onbekommerd wezen. Dus die indoctrinatie is eigenlijk wel functioneel? Zeker, is zeker functioneel. Maar dan is het de vraag waarom, als je de functionaliteit erkent, waarom je niet zegt, nou, ik zoek naar de optimale functionaliteit. Ja. En ik mag hem ook vervangen wanneer ik vind dat de ene beter is dan de ander. En ik kan ook wel eens even kijken of ik zonder kan. Want nu weten wij dit wel. Dus nu zouden we het ook kunnen minimaliseren. En ik denk in feite dat het wel begrepen is dat die minimalisering een mogelijkheid is. Want de kerken hebben gewoon onder druk van de maatschappij geminimaliseerd. Totdat ze naar ons wegen. Ja, steeds een stapje terug. Steeds een stapje terug. Steeds abstracter. En steeds meer... symbolisch. Symbolisch of ecumenisch. Of ze gaan allemaal hetzelfde geloven. Of uiteindelijk is het allemaal liefde. Ja. Maar dat is toch moeilijk te verenigen, dat het allemaal liefde is. Nou, het kan natuurlijk niet allemaal liefde zijn. Dat is een van de weinige opmerkingen die Freud onvergetelijk heeft gemaakt. Dat hij zegt, zulks het geboden als heb u naaste lief als uzelf is zo absoluut psychisch onrealistisch. Daar kan je met mij echt niet mee aankomen. Dat bestaat gewoon niet. En ik zou het ook niet verwachten van mijn buurman. Ik zou dwaas zijn als ik verwacht dat mijn buurman mij lief heeft zoals hij zichzelf lief heeft. Maar dat is een soort overdrijving. Ach ja, je kunt daar zeker stichtelijk effect van verwachten. Maar bij verwachting is het echt belangrijk, hoe lang duurt dat? En dit kan niet lang duren. Heeft de Heilige Geest eigenlijk nog wat geschreven na de Bijbel? Het heeft mij altijd verbaasd inderdaad dat er wordt een soort gezag toegekend aan de schrift. En dat wordt dan natuurlijk in de eerste plaats gedaan door te zeggen, dit is Gods woord. En dat is geïnspireerd door de Heilige Geest. Dus dat geeft het een status van onaantastbaarheid. En dan is het toch verbazingwekkend dat geen van die geloven zich eigenlijk zorgen maakt over het feit dat de Heilige Geest verder zijn literaire ambities niet heeft voortgezet. En waarom zou die ophouden na het evangelie van Johannes? En al zo lang geleden. Ja. Misschien voor hem een fractie, maar het is toch, voor ons is dat krankzinnig lang geleden. Terwijl er heel wat literaire producties nog door de Maas zijn gestroomd. Ja. Nee, ik denk dat je er beter van kunt uitgaan dat de vrijwillekeurige pretentie van gelovigen dat die Heilige Geest zich gestart met die paar Bijbelboeken heeft bezig gehouden, dat dat eigenlijk een toerekening is die dwaas is. Het zou heel goed kunnen zijn dat als je toch gelooft dat de Heilige Geest kan schrijven. Ja. En dan echt van niveau, dan zal die wel veel schrijvers toch een handje hebben geholpen. Er is één schrijver, denk ik mij, Arthur Schopenhauer, die herlas zijn boek Die Welt als Wille um te voorstellen. Dat is ook vaak een heel mooi boek. Ik was zo geïmponeerd door passages. Dat ik dacht, het kan niet anders. Of hier heeft de Heilige Geest gewoon meegeholpen. Hier moet ik de Heilige Geest als co-auteur erkennen. En dat is in zoverre niet dwaas. Hij had het ook aan zichzelf toe kunnen schrijven. Maar het is niet dwaas om ervan uit te gaan dat de Heilige Geest niet is stil gaan zitten. Nee. Dus het is een mogelijkheid als je toch daarin gelooft om te denken. Waarom komt er aan de openbaringen of aan de bijdragen of aan de geschriften überhaupt een einde? Ja. Dat is een vrij willekeurige en cultureel gezien een vrij onbegrijpelijke definitiefheid. In die zin wordt dus ook altijd het volgende geloof ontkend. Het geloof niet. Er is maar één geloof altijd. Er is maar één geloof. Ja. Dat is juist het vreemde, dat mensen bij de zon niet in het water kunnen zien schijnen. In de wetenschap kun je... Je kunt eindeloos veel hypotheses opwerpen. Dat is ook iets wat wel wordt gestimuleerd. En het is ook zo dat zelfs bij gegeven verzameling feiten kunnen een onbeperkt aantal hypotheses bedacht worden. Dat wordt algemeen erkend als een logische mogelijkheid. Maar dat is helemaal een houding die gelovigen niet aanspreekt. Dus het valt helemaal in een ander domein. Je kunt meteen zien hoe vreemd het is als je het eens psychologisch zou bekijken. Ik weet niet of je kinderen hebt. Ja. Maar je zou toch een beetje schrikken wanneer je kinderen zouden zeggen, vannacht nog eens goed nagedacht en ik ben Gods zoon of Gods dochter. In plaats van die van mij? In plaats van die van jou. En ik heb een speciale opdracht. Dan zou je toch denken, als dat maar goed gaat. Ja, echt blij. Echt blij is niemand ermee. Terwijl de verhalende lijn in het evangelie is dat iedereen juichend opstaat omdat Jezus zich eindelijk kenbaar heeft gemaakt. Ja. In werkelijkheid denk ik dat het een zorgelijk iets is als iemand deze pretentie over het voetlicht brengt. Wat is in die zin de grens van het geloof? Ja. Nou, ik denk dat je twee componenten in die godsdiensten hebt. Je hebt er één die claimt dat er een soort kennis is omtrent de wereld en omtrent ons leven en de bedoeling en het hiernamaals. En dat
de schuld die mensen al snel voelen ten aanzien van hun daden, dat die dan door een ander zal worden gedragen, dat zou kunnen. Dat zijn dus een kennisclaim. En die wordt dus nergens door gerechtvaardigd, maar als je daar nu eenmaal je tijd mee wil voldoen, mijn zegen heb je. En de ander is eerder psychologisch. Dan denk je, waar begeef je je eigenlijk in? Als je er goed over nadenkt, denk je, ik zou toch bij de meeste gerespecteerde evangelisten en goden, zoals hier op aarde hebben rondgelopen, ik zou beslist een straatje omlopen als ik ze tegenkwam. Omdat je niet met deze mensen in aanraking zullen komen. Neem maar eens, als je eens psychologisch wil kijken wat de persoon eigenlijk is, zowel van Jezus als van God, dan is het is naar mijn smaak vreemd, en dat zou iedereen moeten kunnen beamen die zich verplaatst in de situatie, als iemand zegt, ik ben bereid jou te helpen, maar de voorwaarde is dat je in mij gelooft en dat je in mijn bestaan gelooft. Nou, je zou denken, dit is zo vreemd. Ik ben blij dat in mijn familie dat niet voorkomt. Maar zo is het toch? Ja. Kan je respect opbrengen voor geloven? Of moet je respect hebben voor geloven? Nou, het is een veel bediscussieerd onderwerp tegenwoordig, omdat ook de burgemeester van Amsterdam heeft zich over het begrip respect gebogen en heeft zich ook daarvan meester gemaakt in de penibele situatie waarin hij thans verkeert. Hij bedoelt denk ik altijd elkaar niet doodsteken. Of elkaar niet de kop inslaan. Daarvan vind ik het eigenlijk een beetje overbodig, maar toont mogelijkwijs hoe de situatie is. Ik vind het overbodig om daarvoor aandacht te vragen, of dat onder respect te rangschikken, want het is gewoon verboden om die dingen te doen bij het wetboek van strafrecht en iemand heeft zich eraan te houden of niet. Ja. En anders gaat hij de gevangenis in. Maar respect vragen heeft ook ermee te maken dat men denkt, nou ja, deze opinie, want dat is het natuurlijk in feite, die moet ik respectvol behandelen en dat is een mij volkomen vreemde houding. Om twee redenen. Allereerst, wat moet iemand eigenlijk van mijn reactie vinden wanneer ik het een ongelooflijk saai of onbenullig of zelfs een te verwaarlozen gedachte vind, ook geen zin heb om daar tegen in te gaan, kan hij dan zeggen, ja, maar er is toch net afgekondigd dat we respect moeten hebben voor elkaars opinie. En het tweede is natuurlijk, respect is traditioneel iets wat je verdient. Ja, kan je niet afdwingen. Je kan je niet afdwingen, want je moet proberen je opinie zodanig te formuleren dat er bewijskracht voor gevonden kan worden. En dat het de moeite waard is. En daar zit ongelooflijk veel werk in. En dan lijkt het toch het meest op de wetenschap. Maar de wetenschap vraagt helemaal geen respect. Die vraagt zelfs voor de kwantummechanica geen respect. Het is dwaas als je het niet respecteert. Maar het is niet zo dat ze zeggen, we gaan niet verder voordat je respect betoont. Het is geen psychische nood. Ze krijgen respect als ze het kunnen bewijzen. Ze krijgen respect voor de prestatie. Ja. Dus er moet een prestatie zijn geleverd. En die moet op sommige mensen boeien. En die krijgen daar dan respect voor. Omdat het niet niks was. Hoe komt het dat het geloof dan toch op respect kan rekenen? Ja, dat is ook iets merkwaardigs. Dat is iets wat hen nu toevalt. Ja, ik zou zeggen, hoe minder zij het eigenlijk waar kunnen maken, hoe meer zij afhankelijk worden van het respect. Want dat is nog het enige wat hun rest. Je kunt voortdurend zeggen, maar heb er respect voor. En het krijgt ook iets verhevens, wanneer je zegt, dat zijn zaken die buiten de discussie kunnen blijven staan. Dat is wat u vindt en er hoeft niet over gediscussieerd te worden. Ik respecteer het dan maar. Maar dat is natuurlijk eigenlijk een heel vreemd standpunt, want er is niets, maar dan ook niets wat buiten de discussie staat. Maar wat verklaart die bereidwilligheid om respect op te brengen voor gelovigen? Ja, mijn persoonlijke mening. Is het medelijden? Ja, ik zou dat nog geen eens willen ontkennen. Ik denk dat er zit toch iets zieligs in, dat je je verslingerd hebt aan deze vaak dwaze en ook wrede of onzinnige ideeën, dat je denkt, nou, laat maar zitten. En het is mij wel vaak opgevallen dat als iemand in een intellectuele discussie sterker staat, dat hij ook eerder bereid is om de andere partij iets te gunnen. Maar als je heel dogmatisch bent en je hebt Je anticipeert op een mogelijke intellectuele nederlaag, dan laat je ook niets heel van het standpunt van de tegenstander. En je hebt er ook geen enkele behoefte aan te zeggen, er zit ook wel iets aardigs in uw standpunt. Nou, dus het is een soort toegevelijkheid, omdat het eigenlijk een beetje zielig is. Een beetje kinderlijk. Ja, dat zou ik toch wel denken, ja. Ja, je denkt, laat maar, ja, laat maar. Je haalt zoveel overhoop. En ik heb er nu niet zoveel last van. Als iemand dit wil geloven,
Ik hoef er geen respect voor te hebben, maar ik kan gewoon wel denken, iedereen moet maar op zijn eigen manier zalig worden. Maar ik vind het een gebrek aan de uitdaging aanvaarden om je daaraan over te geven. Maar wanneer wordt het gevaarlijk? Wanneer wordt het een soort psychose dat je je daar toch wel tegen zou moeten verzetten eigenlijk? Nou ja, het gevaar dat er een psychose ontstaat is natuurlijk niet exclusief voorbehouden aan mensen die gelovig zijn. Het zal wel gelijkelijk over de bevolkingsgroepen verdeeld zijn. Maar stemmen horen bijvoorbeeld? Maar als je stemmen hoort, dan dat wordt wel algemeen in de psychiatrie gezien als een voorbode van schizofrenie. Of in ieder geval van toch een ontregeling van de individuele integriteit. Dus ik zou daar ook niet verheugd over zijn als iemand in mijn familie stemmen hoorde. Dan zou ik denken, dat gaat er niet goed. Ja. Dus dat is ook natuurlijk een aspect aan die openbaringsgeschiedenis. Dat mensen niet zeggen, ik heb dit verzonnen of dit viel mij in. Maar dat mensen zeggen, ik moet hier dit openbaar maken, want ik heb de opdracht gekregen. Het hele idee, je noemt stemmen horen, maar die stemmen zijn vaak dus dwingend. Hè? Dat is het tweede aspect daaraan. Dat, die geven opdrachten. En dat is, daarmee verliezen ze dus toch hun persoonlijke autonomie. Want ze handelen in opdracht. En ze weten eigenlijk niet wie de ander is. En dat is dus eigenlijk een psychische aandoening? Ik zou zeker zeggen dat dat psychisch interessant is om te bestuderen. Maar is dat dan ook te behandelen, zoiets? Nou ja, ik wil zeker niet zeggen dat het allemaal pathologische gevallen zijn, hoor. Maar als iemand stemmen hoort en hij geeft zich daar ook aan over en hij volgt de instructies, dan zou ik dat toch met zorg bekijken, ja. Dan moet dat misschien wel behandeld worden. Maar als de stem dan van God is? Maar als de stem van God is, is het natuurlijk andere koek. Ja, dan moet je dat respecteren. Dan moet je het respecteren, ja. Hoe belangrijk is het eigenlijk om je aan de regels te houden van een geloof? Is dat nog belangrijker dan het geloven zelf bijvoorbeeld? Of? Ja, ik heb de vermoedens van dat er wordt nogal wat gevraagd van mensen. Ook zonder het geloof wordt er nogal wat van ze gevraagd. Ze moeten zich toch verzoenen met het lot. En dan moeten ze toch met allemaal ondoorzichtige en ondoorgrondelijke vragen zich terechtvinden. Maar er wordt natuurlijk ook gevraagd dat ze zich op veel punten beheersen. Het zal wel een soort ruil zijn van dat ik me beheerst die anderen zich mogelijkerwijs ook. Maar er is dwang en er is ook zelfdwang om niet je impulsen te volgen. Ja, geloof geeft daar een aantal regels voor. En je krijgt omdat er een soort prestatiemoraal ontstaat. Van mijn geloof komt tot uitdrukking door de geweldige mogelijkheden die me hier geboden worden. Om van bepaalde dingen af te zien. Te laten zien hoe goed je aan de regels kan houden. Hoe goed je aan de regels kan houden. En hoe goed je jezelf beheerst. En hoe goed je van dingen kunt afzien. Hoe beter je eraan kan houden, hoe beter mens je bent. Hoe beter mens je bent. En er zit ook een soort sportelement in, naar mijn geval. Het doet mij wel altijd een beetje denken aan kinderen die in staat zijn om de chocoladeletter die ze met Sinterklaas krijgen, om die tot Pasen te bewaren. En dan, dat toont iets aan van beheersing. Beheersing, daartoe ben ik toch maar in staat. En het is dus ook binnen het ontwikkeling van de persoon, is het de beheersing wordt toch algemeen gezien als een geweldige overwinning op lagere impulsen. Kun je aan een gelovige vragen wat nou, of kunnen ze je uitleggen wat nou precies de aardigheid is van het hele geloof? Want het is toch moeilijk te bevatten. Zo, als je het zo formuleert, krijg je afwijzende reacties. En dat komt omdat er kan eigenlijk wel eens over het geloof gepraat worden, of een uitwisseling van gedachten plaatsvinden, zelfs tussen een ongelovige en een gelovige. Als er eerst eenstemmigheid is dat we hier over zeer verheven en belangrijke kwesties spreken. En je kunt niet zomaar zeggen dan, wat is nou de aardigheid van vrouwenbesnijdenis? Wat een hele goede vraag zou zijn, want dat zou betekenen dat niet alleen van jouw kant wil je er wel eens over praten, wat al goed is. Maar je geeft hen ook de kans om te zeggen, nou ja, voor ons is dit belangrijk en dat belangrijk. Het is een opening tot een soort vrijblijvende, gemoedelijke discussie. Maar het idee dat je over die dogma's praat in de term van wat is de aardigheid ervan, dat is alsof je zegt, wat is eigenlijk de aardigheid van de buitenspelval? Of alsof het een regel is die niet van onaantastbaar is en van hoger orde en dus eigenlijk ook ja, met een hogere bestemming. Dus je kunt zeker niet zulke relativerende opmerkingen maken wat in het woord aardigheid zit. Wat is de aardigheid hiervan? Omdat je dan het tot menselijke proporties terugbrengt. En dat voelen ze meteen en dat is ook meteen wat ze willen afwijzen. Want waar een gelovige altijd het meest
geïmponeerd is, is wanneer ja, het goddelijke draafwoordschap als het goddelijke afgehaald wordt. Het is echt een gebrek aan een gebrek aan humor in het geloof. Gebrek aan humor in het geloof, ja. Gebrek aan relativering, humor, dan maar eens een grap terugmaken. Hebben ze dat laten liggen of past het er gewoon niet in? Dat past er gewoon niet in. Helemaal toegedekt in een soort kleinburgerlijkheid. En leven we op dit moment in een tijd waarin die kleinburgerlijkheid van het geloof weer de overhand dreigt te krijgen? Bijvoorbeeld de situatie in Amerika, wat er in Israël aan de hand is. En, ja, het moslimgeloof wat zich roert. Ja, ik geloof dat de gelovigen maken nu een goede kans. In ieder geval hoor je nooit, je hoort niet veel meer vrolijke, opgewekte, godslastelijke verhalen. Terwijl blasfemie is ook gewoon een prettige levensvorm. Maar dat heeft helemaal afgedaan op dit moment. En dat komt om, ja, laten we. Het is waarschijnlijk een soort inschikkelijkheid, maar het hoeft niet dan te bestaan hoor. Nee, dat is voor je voorbij gaan. We moeten gewoon wachten op een islamitische Jan Wolkers. En dan is het een heel ander probleem geworden. En dat is onvermijdelijk, die komen.